Welkom allemaal. Ik vind het fijn dat het zo ontzettend druk is. Dat betekent dat we een onderwerp te pakken hebben wat voor iedereen kennelijk heel belangrijk en urgent is. Kunt u mij allemaal verstaan? Oké. Ik ben Astrid Vostermans van Wallis en mede namens de Academie van Kunsten, die resorteert onder de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, mede namens de Bali en mede namens Wallis, heet ik u heel hartelijk welkom. Ik wil alleen even heel kort uitleggen wat we vanavond gaan doen. Want de gespreksleider vanavond is Barend van Heusden. Die zit voor u helemaal rechts. Barend is hoogleraar in Groningen en heeft lang allerlei onderzoek gedaan naar cognitie, naar kunstonderwijs en wat we nou eigenlijk moeten leren in het kunstonderwijs en wat kunst betekent in ons leven. Barend is ook de samensteller, samen met Pascal Gielen, heb ik maar twee handen, van dit boek. Dat is ook de aanleiding dat we vanavond dit organiseren. Deze avond is verder helemaal los, het is niet helemaal los van dit boek, maar het is wel een avond die echt in zijn eigen programma heeft. Het boek is ook verkrijgbaar, kunt u straks bij de ingang van deze gang kunt u dat kopen. Barend is de gespreksleider vanavond. Barend geeft eerst een inleiding van ongeveer 20 of 25 minuten, waarin hij ook een aantal stellingen destilleert. En aan de hand van die stellingen gaat hij de andere drie mensen interviewen, of hij gaat in ieder geval een gesprek met ze aan. En de andere drie mensen, dat zijn Barbara Visser. Barbara is beeldend kunstenaar, is iemand die op allerlei manieren de werkelijkheid naar haar hand zet of de werkelijkheid vervreemdt. Haar werk is echt internationaal enorm, wordt dat tentoongesteld en besproken. Barbara is voorzitter van de Academie van Kunsten. En het is heel fijn dat we dat samen met de Academie kunnen doen, want ook de Academie agendeert dit onderwerp wat we vanavond hebben. En dat is ook een van de redenen dat we allerlei mensen uitgenodigd hebben uit andere disciplines. Namelijk Gijs Scholte van Aschat. Ik denk dat iedereen Gijs wel kent, een beroemd acteur, bestuurslid van de Academie van Kunsten. Hij is ook Barbara en Gijs zitten in dit boek met een interview samen met Barend. En de derde persoon is Michel van der A. Michel is componist. Hij maakt muziek, maar op een hele brede, interdisciplinaire manier. Betrekt daar ook allerlei visuele effecten, als ik dat zo mag noemen, of visuele invloeden in je effecten. Dat klinkt meteen heel als effectbejag, zo bedoel ik het niet. Dus het is belangrijk dat we vanavond ook verschillende disciplines in ons midden hebben. Dus niet alleen beeldende kunst, ook theater, ook muziek. En dat Baarn daar een soort overkoepelende, onderzoekende rol in heeft. Dat gesprek duurt een half uurtje, ik weet het niet meer, Baarn. Ja, nou, ik zal proberen mijn inleiding wat korter te houden. Dan kan het gesprek even langer duren. Ja. En als u vragen heeft, bewaar die alsjeblieft. Want we hebben aan het einde echt ruimte gehouden om uit te wisselen. En dat is daarom ook belangrijk dat we in deze kleinere salon zitten. Want dit is een uitstekende plek om met elkaar over het thema van vanavond uit te wisselen. Dus ik wil u vragen, als u iets heeft of iets heel belangrijks, schrijf het even op of onthoud het. En aan het einde geeft mijn collega Sarah, geeft iedereen het woord die dan even zijn hand opsteekt. Dat volgt vanzelf wel. Aan het einde kunnen we, voor wie dat wil, natuurlijk nog even een borreltje drinken hier bij de Bali. U bent allemaal van harte welkom. En voor wie dat wil, kan straks het boek nog even bekijken of het boek ook kopen. En we hebben daar nog andere dingen ook die aan hetzelfde onderwerp raken. Ik geef graag het woord aan Barend van Heusden. Dankjewel. Goed, ik zal kort eerst iets vertellen over de aanleiding tot dit boek dat ik samen met Pascal Gielen heb uitgegeven. De titel van het boek, Arts Education Beyond Art, Teaching Art in Times of Change, verwijst naar veranderingen die hebben plaatsgevonden in de kunstwereld. In de kunstpraktijk, de organisatie, denk aan de economie en de overheid,
kunstonderwijs. En dan kun je zowel denken aan het kunstonderwijs en het onderwijs in de kunsten. Dat was nog een puntje toen we dit organiseerden, hoe we dat moesten formuleren. En de kunstbeschouwing, dus kritiek, geschiedenis, wetenschap, et cetera. Wat is daar gebeurd in de afgelopen, nou zeg, halve eeuw, misschien iets meer? En wat zouden de gevolgen van wat er is gebeurd kunnen zijn voor aan de ene kant kunst in het algemeen? Nou, dat zou deze avond ver te boven of te buiten gaan, maar voor het onderwijs in het bijzonder. In de inleiding bij het boek hebben we twee grote veranderingen die misschien wel aan elkaar gerelateerd zijn, maar toch niet helemaal hetzelfde zijn, twee grote veranderingen onderscheiden. De eerste is de kritiek in de loop van de 20e eeuw. Sommigen zullen zeggen de verwatering van de kanon. En dat is een heel bekend, denk ik, gegeven. Tenminste, de meeste van u zullen dat heel herkenbaar vinden. Hè. Dat is gebeurd onder invloed van natuurlijk mondialisering, migratie, communicatie. Tweede, onder invloed van democratisering, waardoor differentiatie van het publiek optreedt. Andere groepen binnen de publieke ruimte een stem krijgen. En de technologisering, dus invloed van de techniek die voor nieuwe kunstvormen heeft gezorgd, nieuwe vormen van distributie, mixed media, etc. Dat is allemaal bekend. Die ontwikkelingen zijn vooral van invloed geweest op de vraag welke kunst van belang is. Je zou kunnen zeggen de kanon van de elites ligt steeds meer, of lag eigenlijk, want dat gaat dan over de tweede helft van de 20e eeuw, lag steeds meer onder vuur. Maar uiteindelijk hoeven al die ontwikkelingen de manier waarop we denken over kunst niet te beïnvloeden. Het gaat vooral om andere kunsten, andere kunstvormen, maar niet per se het kunstidee. Dat wordt door deze ontwikkeling niet per se aangetast of aangepakt. Het is wel andere kunst, maar het is nog steeds kunst. Nou, een aantal van de bijdragen in dit boek, onder andere van Darras en van Bielmeier en van Koigel, gaan over de invloed van die veranderende cultuur op de kanon. Eigenlijk het verbreden ervan, het vergroten, het veranderen, het dynamisch worden, et cetera. Belangrijker, denk ik, in ieder geval voor vanavond, is een tweede ontwikkeling. En dat is de ontwikkeling, en daar verwijst de titel eigenlijk rechtstreeks naar, in het denken over kunst. Die verandering voltrekt zich in de loop van de 20e eeuw ook, zowel in de kunstpraktijk als in de kunstbeschouwing, kritiek, geschiedenis, wetenschap. Het is een ontwikkeling die we associëren met avant-garde, met Dada en Duchamp, met Warhol, Cage, met Danto, de filosoof Danto, Zero, Fluxus, ready-made kunst, etc. Waar draait het om? En ik vat het heel kort samen, daar zou je waarschijnlijk ook nog heel uitgebreid over kunnen praten. Maar waar het om gaat is dat men langzaam maar zeker tot het inzicht komt, of tot de ontdekking, of hoe je het maar wilt noemen, dat kunst geen eigenschap is van dingen, van objecten. Maar een eigenschap, als het al een eigenschap is, want dat wordt dan meteen de vraag, van een proces, van iets wat gebeurt. Het idee dat kunst een eigenschap is van objecten, van teksten, van schilderijen, van toneel, van muziek. Dat idee is een erfenis van de verlichting en hangt samen met het idee dat kunst een essentie heeft, een kern, het artistieke, het esthetische, die haar onderscheidt van andere vormen van cultuur, zoals wetenschap of religie of entertainment. Dus kunst is een eigenschap van objecten. Kunst heeft een essentie en er was nog een derde typisch verlichtingsidee over kunst. Dat is namelijk dat kunst een vorm van kennis is. Dat is een prachtige formulering van de Duitse filosoof Baumgarten, die over kunst spreekt als gnoseologia inferior. Oftewel mindere kennis. Nou, ik denk dat dat idee dat kunst kennis is, tegenwoordig zou je zeggen misschien onderzoek, maar dan wel van een mindere vorm dan wetenschap, dus eigenlijk ondergeschikt aan wetenschap, zoals eigenlijk na de verlichting alles in zekere zin ondergeschikt aan en altijd vergeleken wordt met wetenschap, dat dat een hele belangrijke gedachte is die zich in ons, bijna in ons onderbewustzijn heeft genesteld. Nou, alle drie die aannames, zeg ik nu maar even blunt, blijken niet te kloppen. Kunst is geen eigenschap van dingen, er is geen essentie van kunst en kunst is geen vorm van
inferieure, dat dan weer wel, wetenschap. Dus dat is, daar heb ik ook een eerste stelling van gemaakt. Kunst is geen eigenschap van kunstwerken, maar van wat mensen met die werken kunnen doen. Let op, ik zeg meteen, dat wil dus helemaal niet zeggen dat die werken niet belangrijk zijn. Maar ze krijgen een andere rol in het geheel. Ze zijn niet meer het doel, ze zijn het middel waarmee iets bereikt wordt. En dat dat middel goed moet zijn, dat je anders niet kunt bereiken wat je mee wilt bereiken, dat is dan eigenlijk vanzelfsprekend. Goed, de gevolgen van deze ontwikkeling in het denken over kunst zijn echt volgens mij enorm. Het houvast dat het object, of ook wel het artefact, altijd geboden had, valt weg. Het is niet langer mogelijk naar een aspect van een werk te wijzen en te zeggen, kijk, of luister, daar zit de kunst. Dit geeft de kritiek op de kanon, die het gevolg was van die eerste verandering, nog een extra lading. Er zijn niet alleen heel veel kanons, maar kanons blijken geen gegeven. Ze worden gemaakt steeds weer opnieuw. En de vraag, want dat kun je zeggen, oké, dat weten we, maar de vraag is op grond waarvan? Op grond waarvan worden die kanons dan gemaakt? Dat is de vraag naar dat proces. Het gevolg van deze ontwikkeling is een crisis geweest. En ik weet dat dat woord behoorlijk aan inflatie onderhevig is, maar ik vind het toch wel terecht om te zeggen. Het gevolg is een crisis, een legitimatiecrisis, maar waarschijnlijk ook wel een bevrijding in bepaalde opzichten. Want als kunst geen eigenschap van dingen is, en dat geldt evenzeer voor de Brillo Box van Warhol als voor een schilderij van Caravaggio, en dat klinkt veel schandaliger, een opera van Mozart of een tragedie van Shakespeare, waar hebben we het dan nog over? Bestaat kunst dan wel? Overigens, en dat is misschien een troost, geldt dit niet alleen voor de kunst, maar voor cultuur als zodanig. Cultuur is geen gegeven. Het is iets wat voortdurend gemaakt wordt, gebeurt. Goed, het gevolg was paniek, denk ik, met de paniekreacties die daarbij horen. Er was bijvoorbeeld paniek in de geesteswetenschappen, waar ik natuurlijk zelf in ben opgeleid en waar ik dus ook heel vertrouwd mee ben. Want als die kunst, als dat geen objecten meer zijn waarvan je wetenschappelijk kunt aangeven welke eigenschappen ze tot kunst maken, ja, wat doe je dan eigenlijk nog? Dat is precies wat er gebeurd is en dat heeft de ontwikkeling van structuralisme naar poststructuralisme en postmodernisme veroorzaakt. Want postmodernisme is niets anders dan de ontdekking dat de betekenis van een werk niet vast ligt, maar een eindeloos proces is van elkaar steeds weer aanvullen, tegenspreken, etc. Maar zonder dat er een vast punt is waarop je kunt zeggen, en daar zit hij. Dus de geesteswetenschappen zijn enigszins in verwarring geraakt. En zien dan eigenlijk twee mogelijkheden. Dan zie je dat ook op dit moment dat die gezocht worden. De ene mogelijkheid is dat je als geesteswetenschapper zegt, nou ja, als ik dan niet de eigenschappen van het werk kan vinden, dan ga ik het maar uitvoeren. Ik probeer gewoon een zo goed mogelijke uitvoerder van het kunstwerk te zijn. Dus ik ga het goed lezen of ik ga goed kijken, ik ga erover praten. Maar ik ben in die zin niet meer of zo dan een gewoon iemand uit een publiek, alleen misschien meer belezen, meer erudiet, meer verwijzingen zien, etc. Dus dat is de ene kant. En de andere kant zie je ook, dat is dat wetenschappers zeggen, oké, als dan ons object is dus kennelijk niet, zijn niet die werken, want daar kunnen we het niet in vinden, maar dan gaan we het proces bestuderen. En je ziet dus inderdaad in de loop van de eind van de 20e en begin van de 21e eeuw de ontwikkeling van empirische kunstwetenschap. Zowel meer sociologisch gericht als meer cognitief-psychologisch gericht. En we gaan dat proces onderzoeken. Nou, dan, je zou kunnen zeggen, een vergelijkbare crisis vindt ook plaats bij de medierende instellingen. Want wat doe je als museum als je je realiseert dat het dus niet gaat om te zeggen, kijk maar, dat is het kunstwerk. Iemand moet je iets anders gaan doen. Dan moet je dus als het ware dat wat mensen met die kunst kunnen doen gaan faciliteren, bemiddelen, eventueel mensen daarin opleiden als ze dat niet goed kunnen. Dus je krijgt een hele andere manier van, zou je zeggen, een heel ander soort curatorschap. En daarover schrijft trouwens Ernst Wagner in zijn bijdrage aan het boek. Nou, ik ga het niet allemaal heel uitgebreid zeggen, want jullie herkennen het waarschijnlijk wel. Maar natuurlijk ook, dit heeft ook voor een enorme crisis in beleid gezorgd, in kunstbeleid. Want wat doe je als overheid als kunst zo ongrijpbaar wordt? En hoewel de overheid zich niet uitspreekt over de waarde van kunstwerken, en dat is misschien heel terecht, zou ze zich misschien wel moeten uitspreken over de waarde van kunstgebruik. Maar dan moet je wel weten wat het is. Wat is de functie van kunst? En waarom zouden we daar als samenleving waarde aan moeten hechten?
In een neoliberale context is de markt vaak overheersend en richtinggevend. Maar het interessante is dat de markt dit probleem helemaal niet oplost. Want ook de markt wil heel graag weten waar ze eigenlijk voor betaalt. En hoe bepaal je de waarde van kunst als proces? Waar is dat te vatten en hoe doe je dat? En om welk proces gaat het eigenlijk precies? En tenslotte, en dan komen we natuurlijk bij waar het vanavond dan om gaat, de crisis in het onderwijs. Want deze ontwikkeling zorgt ook voor een crisis in het onderwijs. Wat leren we leerlingen over kunst? De eerste vraag natuurlijk naar aanleiding van de kritiek op de kanon is, welke kunst dan? Maar veel belangrijker is, waaraan, en ik denk dat dat, en ik weet, nee, ik denk het niet, ik weet het, want dat hebben we de afgelopen jaren heel vaak gehoord, waaraan ontleent een docent binnen deze constellatie zijn, nou, autoriteit is misschien een verkeerd woord, maar gewoon zijn docentschap, hè, zijn gezag, wat wil je leren? Het heel bekend is dat de leerling zegt van, nou, wat u kunst vindt, vind ik helemaal geen kunst. En natuurlijk zijn er docenten die daar heel goed en verstandig mee om kunnen gaan. Maar je ziet toch ook docenten die dan wegvluchten in bijvoorbeeld techniek. Hè, want daar kun je altijd wel vrij precies over zijn. Of in iets als amusement, hè, als het maar leuk is. Maar dat blijft onbevredigend. Want waarom zou zoiets thuis horen in het onderwijs? In dat opzicht denk ik trouwens weerspiegelt het onderwijs de staat gewoon van de samenleving als geheel. En er komt ook nog bij, en dat is in het onderwijs natuurlijk altijd een heikel punt, als de kwaliteit van kunst geen eigenschap is van het object, maar van wat je ermee kunt. Deels, zeg ik nog maar weer eens, dankzij de kwaliteiten van dat object. Wat en hoe evalueer je dan precies? Hoe beoordeel je zo'n proces? Waar let je op? Goed, al die gebieden gaan dus richten zich eigenlijk op hetzelfde punt, namelijk om wat voor proces gaat het nou eigenlijk? Wat is er aan de hand als je het over kunst hebt? Wat doen mensen met kunstwerken? Misschien doen ze het ook wel met andere dingen trouwens, hoor, want het is ook weer niet gezegd dat alleen kunstwerken die reactie op kunnen roepen. Om welk proces of processen gaat het? Nou, en dan valt er een grote stilte. De filosoof zegt, kunst is filosofie geworden. Maar, denk ik dan, waarom maak je dan geen filosofie? De socioloog zegt, kunst is een onderscheidende habitus. Maar dat onderscheidt kunst niet als habitus van ander gedrag. En de psycholoog zegt dat kunst creatief is. Verbeelding, originaliteit, genie en emoties oproept. Maar creativiteit, originaliteit en emoties zijn niet voorbehouden aan kunst. En dat het proces een esthetische ervaring bewerkstelligt, is ontegenzeggelijk waar, maar is uiteindelijk niets anders dan het vervangen van de ene onbekende, namelijk kunst, door de andere onbekende, esthetische ervaring. Vandaar mijn stelling 2. Kunst kost veel energie en geld. Dus de vraag, wat is het nut van kunst, is heel terecht. Een hele goede vraag. En een vraag die we echt moeten proberen te beantwoorden. Want zolang we roepen dat kunst nutteloos is, zijn we super kwetsbaar. Want aan nutteloze dingen besteden mensen geen energie. Dus vandaar dat ik denk dat de vraag naar het nut van kunst, en dan heb ik het over dat proces, eigenlijk een heel goede en belangrijke vraag is. Waarom steken sommige mensen in ieder geval door alle tijden heen en in alle culturen zoveel energie in kunst? Dus ik vind het ook terecht dat mensen, en met name leerlingen, die vraag stellen. En zolang we hem niet goed kunnen beantwoorden, blijven we steken. In ieder geval in het onderwijs. En in de kunstbeschouwing misschien ook wel. En in het kunstbeleid zeker. We moeten dus anders gaan denken over kunst. En daar zijn verschillende aanzetten toe gedaan. Ik noem bijvoorbeeld het neopragmatisme. Dat is een stroming die geprobeerd heeft om anders naar te kijken. Ook het metamodernisme, ook een stroming in de filosofie. Hoe kun je, hoe zou je in het onderwijs en met het onderwijs op deze nieuwe situatie kunnen reageren? Wat wil je leerlingen en docenten over kunst leren? Dat zou eigenlijk het gesprek, of een van de onderwerpen van het gesprek vanavond moeten zijn. Vanuit mijn perspectief wordt kunst als proces gekenmerkt door de combinatie van een aantal vaardigheden. En dat heb ik ook toegelicht in mijn bijdrage aan het boek. Namelijk het vermogen tot reflectie. Het vermogen tot verbeelding,
en de beheersing van een medium. Of dat nu taal is, of beeld, of digitaal, of wat dan ook. En het bijzondere is, en dat zou ik willen verdedigen, is dat geen van die vaardigheden op zich eigen is aan kunst. Maar wel dat ze samen de eigen aard en de eigenaardigheden van kunst bepalen. Vandaar mijn derde stelling. Kunst is niets bijzonders. Dat bedoel je, moet je, let even op hoe je het uitspreekt. Hè? Kunst is niets bijzonders. Wetenschap ook niet, overigens. Daar bedoel ik gewoon mee te zeggen dat kunst een combinatie is van vaardigheden die op zich, zeg maar, ook elders voorkomen. He, dus het is dat idee van die essentie. Er is geen essentie. De essentie, als die er al is, zit in een specifieke combinatie van bepaalde vaardigheden. Namelijk verbeelding, bewustzijn en mediabeheersing. En dan gaat het, wat is dan de functie van die combinatie van vaardigheden? Dat is vanuit mijn perspectief het grip krijgen op je ervaring. Kun je ook zeggen op het leven of het bestaan. Het gaat niet om het woord, om wat er is. Grip krijgen daarop. Niet via abstracties, zoals in de filosofie of zoals in de wetenschap. Maar via concrete dingen en ervaringen. Dit houdt in dat kunst altijd vanuit een eigen persoonlijke herinnering of vanuit een persoonlijke en gedeelde herinnering wordt gemaakt. Wie een ervaring en een identiteit in beeld kan brengen, krijgt er greep op. Kan erop reflecteren, erover praten en dat is denk ik de kern, dus dat is wat mij betreft de kern, het handelen wat eruit voortkomt, begrijpen. Dus via kunst begrijp je een identiteit of begrijp je een ervaring en kun je eventueel begrijpen waarom iemand op grond van die identiteit of die ervaring handelt. Dat kan je ook zelf zijn. Dus het kan ook tot zelfbegrip leiden. Waarbij begrip altijd weer een riskant woord is, want dat klinkt heel abstract en zo bedoel ik het niet. Als dit de functie is, of de belangrijkste functie van kunst, dat greep krijgen op je ervaring of op je identiteit, zodat je vervolgens op grond daarvan kunt handelen, dan zouden we ons als samenleving moeten afvragen hoeveel waarde we daaraan hechten. Want ik heb met opzet steeds niet gesproken over de waarde van kunst. Omdat waarde voor een wetenschapper heel problematisch is. Waarde kun je namelijk nooit onderzoeken. Waarde is nooit zichtbaar. Waarde is niet te observeren, is geen empirisch gegeven. Je kunt alleen maar waarde aan iets toekennen. Dus de vraag is hoeveel waarde hecht je aan zo'n proces, aan dat kunnen vormgeven van identiteit of van je ervaring. Dat is een rationele en politieke vraag, zowel in het beleid als in het onderwijs. Hechten we waarde aan het ontwikkelen van zelfbewustzijn van mensen, kinderen en jongeren? En dat wordt soms een beetje bijna als een vieze vraag beschouwd, welk bewustzijn willen we ontwikkelen? Dat is politiek. Welk bewustzijn willen we ontwikkelen? Ik maak heel graag de opmerking dat dictaturen ook gek zijn op kunstonderwijs. En want die weten heel goed dat je via kunst het bewustzijn vorm kunt geven. Dus welk bewustzijn willen we graag ontwikkelen? Ik ga ervan uit, maar eventjes, dat dat democratisch is, kritisch, open, et cetera. Dus de vraag die achter de vraag zit, wat willen we met kunstonderwijs, is ook de vraag welke waarden hangen we aan. Kunst is een van de plaatsen waar de persoonlijke en collectieve identiteit vorm krijgt. En het gaat dus niet om die werken, maar om het leven. Dat is het citaat verwijst naar Louise Bourgeois. En overigens ook naar het non scholae sed vitae van de wetenschap. Ook in de wetenschap gaat het nooit om de wetenschap. En in het onderwijs zou je dat kunnen leren. En daar gaat bijvoorbeeld in het boek de bijdrage van Susanne Koigel over. Over hoe je via kunst greep krijgt op je identiteit. En zij heeft het dan met name over de identiteit van jongeren die uit culturen komen die binnen de westerse cultuur vaak weinig ruimte krijgen. En dan kom ik daarmee op mijn laatste stelling. Leer kinderen en jongeren niet naar kunst te kijken, maar met kunst. Ik heb heel lang zitten aarzelen over dat naar het leven, want dat vond ik wel heel dramatisch klinken. Ja, maar je krijgt toch van die grote woorden, dacht ik, vanuit bestaan, poeh, dat is nog erger. Dus naar gewoon alles of zo. Maar dan zeg ik toch maar weer het leven. Nou, dat was een beetje de inleiding. Ik heb iets verteld over de strekking van het boek en ook over mijn perspectief daarop. Ik wilde graag, en ik vind het een enorme eer om met deze drie kunstenaars hierover in gesprek te kunnen gaan.
moet trouwens nog zeggen, het plannetje werd ongeveer een jaar geleden, denk ik nu, ongeveer geboren in bij de Koninklijke Nederlandse Academie. Daartussendoor is het boek gevormd en ik ben heel blij dat we nu ook echt met elkaar over in gesprek kunnen gaan. Het was niet mijn bedoeling, het kan wel, maar het was niet mijn bedoeling om echt over deze stellingen te spreken. Ik dacht, die kunnen we meenemen in het gesprek, gewoon als achtergrond. Ik had 4 clusters gemaakt met vragen die ik de kunstenaars wilde voorleggen en kijken of ze daar met elkaar over wilden praten. Dat waren veel te grote clusters, maar het was ook echt bedoeld om een soort sfeer van het onderwerp te bepalen. Dus niet echt vraag voor vraag, maar jullie zullen wel zien. Het zijn eerst 2 clusters van vragen die gaan over wat ze doen en waarom ze doen wat ze doen en hoe ze denken over wat er in de kunstwereld gebeurt. En de tweede set van 2 vragen weer gaat meer over hoe ze dat zouden willen vertalen of vertaald zouden willen zien naar het onderwijs. Mijn idee was, nou, ten eerste is de expertise. Hun expertise is die kunst, dus daar moeten we over beginnen. En ten tweede denk ik, als je het over kunst in het onderwijs hebt... Is er ook een wetenschapper in de zaal? Wat dan wel een ander vakgebied. Ik ga hem niet aanraken. Oh, maar praat van. Ja, maar... Wij gaan een app. Wat zeg je? De lopen. Ja. Niet aan. Komt goed. Ja, zullen we het gewoon proberen? Of komt deze niet? Wat ik ook kan doen is dat ik jou zo meteen deze microfoon geef. Ja, dat is goed, want deze gewoon, gaat weer vallen. Dat zie ik nu in slow motion gebeuren. Het geeft wel spanning, extra level. Dus eerst 2 setjes van vragen over kunst en de kunstwereld en hoe zij daarnaar kijken. En dan 2 setjes vragen over de vertaling naar het onderwijs. Ik schat dat we daar wel een half uur, 3 kwartier over kunnen praten. En dan kunnen we daarna met jullie verder praten. Over. Eerst wilde ik jullie graag vragen iets over je eigen kunstpraktijk te vertellen. Ik had een... Ik zal even opzommen wat ik zelf even om een idee te geven van de sfeer van de vragen. Zouden jullie om te beginnen iets kunnen vertellen over wat je doet, maar vooral over... Ja, ook zat ik weer zo te worstelen over een woord. Ik wilde nou zeggen wat je drijfveer is. Dus... Liever niet, maar waarom je doet. Waarom je belangrijk vindt wat je doet. En ook hoe je voor jezelf bepaalt wanneer je vindt dat het goed is. Dus wat ik neem aan dat je op een gegeven moment bij jezelf denkt van nou, nu is het goed. Maar dat betekent dus, dat zegt iets over wat je wilt, wat je verwacht. Zou even jullie daarover kunnen beginnen en dan dat de anderen reageren of invallen? Misschien of je dingen herkent of dat je dingen anders doet. Hangt misschien ook af van de kunstdiscipline. Barbara, wil jij beginnen? Ja, het hangt er een beetje vanaf waar je insteekt. Is dat bij het moment dat je besluit dat je naar de kunstacademie gaat? Of dat je zegt, ik wil brandweerman worden? Ik kan me niet herinneren dat ik ooit heb bedacht, ik wil beeldend kunstenaar worden. Het ging een beetje vanzelf. Ik wilde vooral onafhankelijk zijn. En daardoor... kom je langzaam in een gebied waar dat mogelijk is. Dus voor mij was het persoonlijk heel erg de wens om iets te kunnen zeggen zonder dat er belangen van anderen mee spelen. Of economische belangen. Of, nou ja, in de praktijk spelen daar altijd belangen mee, dat merk je dan later. Maar... Dat klinkt heel erg als een soort negatieve keus. Zo van in alle andere vakgebieden werd je door anderen gestuurd. En hier kon je gang gaan. Of... Ja, zo lijkt het even. Nou, het is wel de plek waar je in de grootste autonomie kan werken. Ook al betekent het in de praktijk dat je heel veel
toch met anderen ook werkt. En, dus ik denk dat dat voor mij wel de grootste drijfveer was om toch in die kunsten terecht te komen. En is dat nog steeds zo? Ik bedoel, werkt dat, speelt dat nog steeds mee? Ja, het is eigenlijk alleen maar meer gaan spelen. Alleen merk je in de praktijk ook dat wat je doet altijd, dat je altijd met belangen te maken hebt. En in de beeldende kunst is de markt bijvoorbeeld nu echt zo alles overheersend. Mm-hmm. Dat de scheiding tussen fundamentele kunst, of wat dan in de wetenschap fundamenteel onderzoek is, en verkoop, dat zijn gewoon twee gescheiden stromingen aan het worden. Of dat zijn het eigenlijk al. Dus waar vroeger het museum bepaalde wat belangrijk was, bepaalt nu de beurs in Basel bijvoorbeeld wat belangrijk is. Dat vind ik wel een heel groot verschil. Maar ik begin wel echt met een hele negatieve grondhouding. misschien een van jullie. Even de andere, ja. Gijs? Ja, ik weet het niet. Ik las ooit kwam ik een oud rapport tegen, een psychologisch rapport, omdat mijn ouders niet wisten wat ze met me moesten doen. En ik op school weinig aandacht had voor wat de meester dacht dat belangrijk was. En die psychologe die me op mijn 12e interviewde, zij schreef toen op, want ik kan me dat niet herinneren. Hij zegt dat hij toneelspeler wil worden, maar hij weet eigenlijk niet precies wat het inhoudt. Ik was heel verbaasd toen ik dat later terug. Ik wist niet dat ik dat ooit gezegd had, maar ergens is dat gekomen. Ik dacht altijd dat het kwam omdat ik in Tiel, waar ik vandaan kwam, in de bioscoop in de Waterstraat naar Clint Eastwood ging kijken. En ik was daar als jongetje ongelooflijk van onder de indruk. En ik wou eigenlijk ook wel Clint Eastwood zijn. Ik denk dat daar het wel ergens begonnen is. En later, daar had ik het nog met iemand hierover in de zaal, kom je iemand tegen, in mijn geval een leraar, die opeens een weg opent voor je, waarin dat waarheid kan worden en bewerkstelligd kan worden. En iemand met heel veel kennis en enthousiasme. En via hem ben ik op de toneelschool gekomen, denk ik, omdat hij talent herkende, maar ook bij andere mensen. Het is deze man, een leraar Economie 2, heeft in 3 jaar 4 mensen op de toneelschool in Maastricht gekregen. Een leraar Economie 2, Pim Batema. Dat kwam omdat hij een bevlogen toneelliefhebber was en hij daar al zijn vrije tijd in stak. En hij kon dus met die kinderen in de 4e, 5e, 6e klas toneelstukken maken en ze zo klaarstomen voor het kunstonderwijs. Een bezielende leraar die niet eens, dat was nog niet eens een vak. Hij gaf Economie 2. Ja, dat is wel iets wat me altijd bij is gebleven. En ik zei tegen diegene hier in de klas toen we het hadden over onderwijs. Wat is nou belangrijk in het onderwijs? Hoe kunnen we het onderwijs verbeteren? Misschien sla ik nu heel veel stappen over, maar ik wil het toch even zeggen. En dan hebben we het natuurlijk nu over de meetbaarheid der dingen die heel erg belangrijk is in het onderwijs. Terwijl onze insteek is waar Barbara, ik zeg het Michel, maar dat is goed. Hè? Ja. Waar wij het over gehad hebben is dat de manier van onderwijs heel belangrijk is. Ja, dus je gaat geen kunstvakonderwijs op de lagere school geven. Nee, je geeft onderwijs op een manier die de nieuwsgierigheid prikkelt. En je gebruikt de middelen van de kunst daartoe. En van de wetenschap, nieuwsgierigheid. Maar tegen deze meneer zei ik, het kan best zo zijn dat dat helemaal niet nodig is. En wat er eigenlijk nodig is, is dat je het salaris van een onderwijzeres met 30% verhoogt. Dat je de opleiding verbetert, de normen aanscherpt, selecteert op karakter en originaliteit en een passie voor iets, wat dan ook, maakt niet uit, al is het hoe het gras groeit. En dat je dan opeens klassen krijgt met allemaal kinderen die geïnteresseerd zijn in iets wat buiten de normale, nu in ieder geval buiten de normale onderwijsstructuur is.
Omdat je iemand voor de klas hebt die gemotiveerd is, omdat het beter betaalt en omdat de klassen kleiner zijn. Dat is dan de derde ding. Ja, die dan... Goed, dit is even een sidestep. Maar ik ben toneelspeler geworden door iemand die mij gemotiveerd heeft. Nog voordat we, maar Michel moet ook zijn deel vertellen, maar is er nou een moment waarop het nadoen van Clint Eastwood verandert in iets anders? En dan ben ik heel benieuwd waar dat dan in verandert. Want je zegt dan ga ik toneelspelen, maar wat is, kun je dat aangeven wat dat is? Waardoor je, want ik ben dan heel nieuwsgierig, ik ben geen toneelspeler geworden. Nee, nou ja, het begint natuurlijk dat mijn ouders een verkleedkist hadden. Gewoon, dat was het. Mijn opa en oma hadden het, mijn ouders hadden het ook. We hadden een zolder en een verkleedkist. En dat was om spelletjes te doen. En om ridder te spelen, cowboy, van alles. Dus ik maakte met mijn vriendjes, zei ik altijd, we gaan op zolder toneelstukjes maken. Dus dat zat er al wel in. Clint Eastwood kwam dan in de puberteit. En dan wordt er iets getriggerd. En op een gegeven ogenblik merk je dat het nadoen van Clint Eastwood niet per se leidt tot een acteur worden. En je krijgt op de toneelschool natuurlijk heel veel dingen aangereikt waar blijkt dat het om iets anders gaat, dat het om creëren gaat. Mm-hmm. Dat in de ene kant, wat heel belangrijk is, is de ontwikkeling van de verbeelding en de andere kant het aanleren van techniek. Ja. Om, zoals elke kunstvorm, heb je heel veel techniek nodig om je creativiteit vorm te geven. Ja. Kunst is niks anders dan vormgegeven creativiteit. Dus dan kom je, en dan opeens speel je niet meer Clint Eastwood, maar wordt het echt eng, want dan vragen ze om wie jij bent en wat jij in je hebt. En dan moet je jezelf laten zien. En dan wordt het echt lastig, want dat is natuurlijk het engste wat er is. En dan begint het onderzoek, en waar jij het ook over had, naar creativiteit, naar wie ben jij en wat heb jij toe te voegen als acteur in de rij van mensen die er al is, en wat onderscheidt jou daarin? Je techniek, je originaliteit of je ziel? Of beide, alle drie. Die stap maak je natuurlijk snel. Degene die stap niet maakt, die dus Clint Eastwood na blijft doen, die redt het meestal niet. Dat een antwoord op je vraag. Heel mooi. Ja, heel mooi. Ik zit gewoon even na te... Ja, prachtig. Ja. Michel, hoe zit het bij jou? Het is bij mij een beetje een medisch-biologische toestand. Ik was 9 jaar oud en ik viel bijna uit het raam, omdat ik heel veel slaapwandelde. En dat werd zo erg, ik had zoveel nachtmerries en ik slaapwandelde zo erg, dat mijn ouders met mij naar, in eerste instantie naar de huisarts in het dorp gingen en later naar een kinderpsycholoog ook. En het was een wijze man of vrouw en die zei, hij moet stoppen, laat hem een instrument spelen. En ik ging op gitaarles en de nachtmerries hielden op. En dat is eigenlijk nog steeds een beetje zo. Als ik te lang op vakantie ben, dan word ik heel ongelukkig. En dan heb ik weer het gevoel dat ik iets moet maken, iets moet doen. Dus ik zie het echt als een soort biologische noodzaak om iets te maken. En dat maken zit daar ook, daar zit, neem ik aan, ook, je maakt iets, maar het gaat niet om één of wat. Je wilt iets bepaalds in een bepaalde richting maken. Je bent niet automonteur geworden of zo. Ik maak iets, dat verschuift de hele tijd wat dat is. Dat kan een strijkkwartet zijn, maar dat kan ook een 3D-opera zijn of een pop-cd of een film. Kun je iets vertellen over hoe dat dan werkt? Hoe je een bepaalde richting in misschien geduwd of getrokken wordt? Nou, eerst is er een idee. Dat is iets wat tijdens het douchen of het poetsen met elektrische tandenborstel tot me komt. En dan ga ik nadenken, hoe kan ik dit vormgeven? Wat is het eigenlijk en wat wil ik hiermee zeggen? Dat is dan een periode, dat kan soms weken of maanden duren voordat ik daar een vorm voor heb. Mm-hmm. Meestal zijn het een paar dingen die parallel spelen, dus ik ben altijd met een paar stukken bezig. En op een gegeven moment komt daar dan een vorm voor, dan is het inderdaad een strijkkwartet of dan heb ik daar in het geval van een opera een libretto bij nodig, een librettist of een boek of een dichtbundel. Mag ik er iets over vragen? Ik ben zo benieuwd of je dan in taal denkt. Of hoor je muziek? Of zie je een beeld? Of
hoe, want je zegt dan krijg ik een idee tijdens het tandenpoetsen, maar is dat dan een formeel idee of een verhalend idee? Wat voor soort idee is dat? Ja, ook dat verschilt weer per stuk, maar het kan een beeld zijn. Ik kan opeens zien hoe de opstelling op het podium is. En wie daar, in het geval van, ik heb een celloconcert gemaakt met film en daar zag ik al heel snel een soort filmscherm op het podium staan aan de ene kant en de muzici aan de andere kant. Ik zag een solist en ik zag een oudere dame die een soort alter ego zou moeten zijn van de solist. Dus het is natuurlijk meer dan alleen een beeld, het zegt al veel meer, maar daar ga ik dan verder over nadenken en zo ontstaat zo'n stuk. Maar dat kan ook een gedicht zijn, of dat kan ook een... ik ben nu een opera aan het maken over een verdrinking. Dus dat idee van water, en ik heb kleine kinderen, en een gracht voor de deur. Dat is een enorme angst altijd geweest. En ik dacht, ja, oké, dan moet ik... Ik merk dat ik daar iets mee moet doen. En uiteindelijk wordt dat een opera over Ingrid Jonker. En over... het heeft een hele andere weg gevonden. Maar dat begint bij zo'n beeld. En hoe is het als je dan met zoiets bezig bent, hè? Dat geldt voor jullie alle drie, als je bent iets aan het maken, of je bent iets aan het, hoe zit dat dan, wat verlang je van jezelf, wat eis je van jezelf, wat zie je, wanneer denk je van nou dit is goed of dat gaat niet, kun je daar iets over zeggen, wat bepaalt de richting waar je op gaat, nou, als je bent met iets bezig en je denkt, kijk, in wetenschap is dat vrij makkelijk, hè? Dat die criteria liggen vrij vast van buitenaf, die worden ons opgelegd. Dat je moet daarover doen, je moet daarover doen. Hoe is dat bij jullie? Voor mij gaat het toch echt, ja, het is wel belangrijk dat het mij eigenlijk altijd verrast. Dus ik, het lukt mij ook niet om dingen te herhalen of zelfs stilistisch lukt dat me niet. Omdat ik, het is eigenlijk ook iets waar ik zelf nieuwsgierig naar ben. Dus ik moet iets uitvinden wat ik nog niet weet. Dus ik ben ook in die zin altijd wel een soort amateur. Omdat ik altijd het gevoel heb dat ik weer bij nul begin. En dan kunnen ze zeggen, ja, maar je hebt zoveel prijzen gewonnen. En dan denk ik, ja, maar ieder project begint vanaf een soort punt alsof je helemaal niks weet. En ja, dat vind ik eigenlijk ook altijd het interessante daaraan. Dat ik niet ergens halverwege insteek of instap. Dus wat me drijft is echt wel helemaal opnieuw iets uitvinden. En het is eigenlijk nooit goed. Want je zegt, wanneer vind je het dan zelf goed? Gedurende het proces is het wel goed, maar voor mij is het nooit af. Dat is ook een soort nachtmerrie. Ik zeg nooit, nou, nu is het af. Dus ik laat eigenlijk, als ik iets laat zien, is het altijd een momentopname van waar het dan is. En dat is een moment dat ik het niet meer afschuwelijk vind om het te laten zien. Dat ik denk, nou, ik kan het wel delen. Het is niet af, maar ik kan het wel delen. Dus het is niet van, te gek, nou ja, dit is het. Heb jij dat? Ik herken daar heel veel in. Het is, tot halverwege mijn carrière, ik ben wel perfectionistisch van mezelf. En ik merkte ook wel dat ik hoge eisen stelde aan mijn, dat het goed moest zijn. En zo goed dat iedereen dat ook zei, dat het goed was. En vooral de regisseur, uitstekend goed en zo. En ik merkte toch wel dat me dat heel erg... Op een gegeven moment tegen de borst ging stuiten, dat ik een enorme faalangst had. En toch eigenlijk altijd voor die regisseur mijn best deed. En dat wel heel veel uit mij haalde. En een soort enorme scherpte en adrenaline om het. Maar dat me dat ook wel beperkte in mijn artisticiteit. Wat is dat? Wat is er dan? Kijk, omdat je eigenlijk. Het probleem was, ik had daar wel heel veel succes mee. Dus, en op het moment dat je er succes mee hebt, ga je daarmee door. Dat is een soort verslaving. Toen ik toch wel merkte dat dat niet de manier was om je hele leven mee door te gaan. Ook door middel van therapie hoor, omdat ik vond dat best eng op het toneel staan, terwijl ik het al 15 jaar deed. Ik bleef het maar eng vinden, omdat ik die lat zo hoog legde. En eigenlijk door het doen belangrijker te maken dan het resultaat, ben ik...
de afgelopen 15 jaar veel prettiger gaan werken. Om eigenlijk te zeggen dat je elke avond op zoek moet gaan naar wat er op dat moment is. En dat is een andere, daar herken ik wat Barbara in zegt, dat is een andere instelling dan het zo goed mogelijk proberen te doen. Want dat goed bestaat niet. Er bestaat alleen het moment waarin je iets naar iets reikt. Waarin je een poging doet, waarin je al je talenten zo doet dat het op die poging, dat het een waarheidsgehalte heeft voor dat moment. En dan kan je het ook 20 keer, 30 keer achter elkaar doen, want het wordt geen herhaling van zetten. Het wordt elke avond is een andere poging. Gek genoeg is voor het publiek die daarnaar kijkt, is het resultaat, of is er in de uitvoering misschien 5% of 3% verschil. Voor mij voelt het als een enorm verschil. En dat bevrijdt je van de stress van het goed willen doen. Want dat is, en ik herken dat ook wel bij veel solisten, muzikanten, die onder de beta-blokkers zitten. Ja. En dat is, je het mogen falen, dat is een enorme, dat is een enorm goed, rijk goed. En dat is tegenwoordig natuurlijk in de meetbaarheid der dingen waar wij in die maatschappij leven. Daar, en ook in onderwijs. Ja, je moet de gestreste ouders al zien over de CITO-toets, ja, weet je wel. Terwijl het mogen falen is een onderdeel van wijzer worden en rijker worden en experiment en nieuwsgierigheid. En dat moet je jezelf toestaan. Maar ik heb daar wel heel lang over gedaan. En dan merk je dat de weg veel interessanter is dan het doel. En is het nou zo dat je eigenlijk eerst een hele lange ervaring op dat andere pad moet hebben om dit te kunnen? Of zou je dit ook wel kunnen aanraden aan iemand die begint? Dus nou ja, ik zeg het wel, ik probeer het wel als ik lesgeef of tegen mijn collega's zeggen. Probeer het te hameren op het moment en op het bij jezelf zijn. En proberen op de scène het elkaar aan te kijken en iets te creëren wat op dat moment uniek is. Want dat maakt het vak zo mooi. Ja. Michel? Ja, ik herken me heel erg aan wat Barbara zegt. Elk stuk is weer een beetje een drama. En elke ochtend is weer een verschrikking om te beginnen. Dat maakt nog niet zoveel uit hoe goed het vorige stuk is gevallen. Maar het is elke keer toch weer. Je moet jezelf toch weer. Er is niemand die over je schouders meekijkt en op de klok kijkt en aanmoedigt of ontmoedigt. Het moet helemaal uit jezelf komen. En dat is. Best ingewikkeld soms. Als je in een bepaald stadium bent met je stuk, waar het nog heel erg gaat over het vinden van de vorm en die vocabulaire waar ik het net over had, dan is dat, kan dat heel ingewikkeld zijn. En op het moment dat zo'n stuk, dat je weet wat je moet doen, dan is het lekker. Dan heb je momenten en dan daar word ik altijd heel blij van. Maar die piekerfase en het begin, dat wordt niet beter door ervaring. En dat is denk ik maar goed ook, want ik denk dat je daar een soort openheid door houdt. Er moet een soort risico, in elk stuk moet een soort risico zitten, er moet een soort gevaar zitten, denk ik. Anders ben je jezelf aan het herhalen. En dat is ook een beetje dat durft falen element, denk ik. En dan komt het ook voor dat je echt gigantisch faalt. Ja, en dat gebeurt dan heel publiekelijk in recensies en in. Ja. En dat moet je dan voor lief nemen. Maar uiteindelijk kom je daar wel weer verder mee. Of daar vind je dan iets van en neem je wel of niet mee in een volgend stuk. En je hebt toch, neem ik aan, zeker jullie, dat je een soort basisvertrouwen hebt dat het er wel weer zal komen. Tenminste, dat kan ik me niet voorstellen dat je dat niet hebt. Dat je wel zo langzamerhand zoveel ervaring hebt dat je denkt van, nou ja, ook al zit het een tijdje tegen, het komt wel weer. Of is dat niet zo? Gek genoeg is dat niet zo. Nee. Dus het is echt existentieel, iedere keer weer. Ja, het vorige stuk was het laatste stuk. Dit is het einde van mijn carrière. Iets minder dramatisch dan dat, maar wel een beetje, die lichte paniek. Want altijd die deadlines, in december hebben we filmopname, dus dan moet de muziek naar hem. Dus je hebt altijd een soort harmonica die in elkaar geduwd wordt. Hoe langer je aan het begin wacht, hoe moeilijker het later gaat worden. En ja, dat is toch wel, dat geeft wel wat slapeloze nachten. Ondanks dat ik componeer. Ja. Eva, jij zei het al, iets van het publiek merkt daar niet zoveel van. Van het feit dat je het iedere avond als het ware toch gewoon opnieuw probeert. Wat verwachten jullie, hoe denken jullie over je publiek?
Wat hebben jullie daar een beeld van? Heb je een soort ideaal publiek van mensen? Wat, hoe wil je graag dat mensen luisteren, kijken? Of heb je daar geen beeld van? Nou, kijk, je wilt gewoon aandacht in die zin dat de mensen aandachtig je werk kijken en het serieus nemen. En er hopelijk een gefundeerd oordeel over hebben. Maar dat heb je natuurlijk niet in de hand. Je hebt je publiek niet in de hand. Nee. Aan de andere kant heb je dat ook weer wel, omdat je natuurlijk weet welk podium je kiest. En op het moment dat je een bepaald podium kiest, weet je ook welk publiek daarbij hoort. Als ik het podium van Joop van den Ende kies, wat de mogelijkheid zou kunnen zijn, dan weet ik welk publiek ik krijg. Ja. In ieder geval, dat is een ander publiek dan ik nu heb. Dus daarin kan je, dat is een keuze. Als jij iets voor het Concertgebouw gaat schrijven of je gaat iets doen voor het BIM-huis, dan, dat zijn twee verschillende publieken. Dus er zit natuurlijk een overeenkomst in. Toch? Nou. Of is dat niet zo bij jullie? Dat is wel een beetje aan het veranderen, vind ik. Ja. Ik merk dat er gewoon veel twintigers en dertigers zijn die... Waar ik eerder gezegd heb, in Spotify van Beyoncé en Aphex Twin naar Nono en Mozart skippen. En ik merk Doet het publiek van het Concertgebouw, gaan die ook van Beyoncé naar... Dat zouden ze heel graag willen, maar dat is nog niet helemaal het geval. Nee, precies. Maar er is wel... ik merk dat het lukt om, dat het eigenlijk steeds beter lukt om een bepaald publiek aan mijn werk te... Dat mensen toch komen kijken als ik iets met Janine in het Concertgebouw doe, maar ook als ik iets... Een weird muziektheater dingetje in ergens in een afgelegen plek doe. Maar dan heb je een eigen publiek gecreëerd dus. Ja, maar ja, het is natuurlijk wel de hoop, de droom dat het zich blijft doorontwikkelen en dat daar iets nieuws bij komt en iets afgaat. En, maar dat, ik zie dat ook bij collega's. Ik zie dat het door elkaar vloeien van genres of mediavormen. Nou, ik vind dat wel echt iets van deze tijd. Ik vind dat mensen zijn, staan open voor een bepaald soort kunst. En of dat nou muziek is, of film is, of een nieuw game is. Ik ben daar toch redelijk optimistisch over. Hmm. Nou, het is ook veel toegankelijker. Dus daardoor komen ook mensen veel makkelijker in contact met dingen. Ja, maar ontoegankelijk, ik denk dat er... misverstand is over ontoegankelijkheid. Ik bedoel gewoon feitelijk, door internet zijn dingen toegankelijker. Ja, dus mensen zien het en horen het makkelijker. Ja. Maar verwachten jullie bijvoorbeeld van je publiek dat het ook zijn best doet, bijvoorbeeld in termen van voorbereiding of zo? Of werken met wat men ziet of wat men hoort? Of is gewoon komen, kijken, luisteren, et cetera, voldoende? Je merkt tegenwoordig heel vaak, ik was bijvoorbeeld een paar dagen geleden op de opening van de tentoonstelling Noorderlicht, fotografie in Groningen. Nou, wat je daar moet doorwerken aan tekst, bij die foto's, dat is echt enorm. Ik dacht van, jeetje mina, wie gaat dit nog doen? Dus ik dacht, hoe zit dat? Ik bedoel, verwacht je eigenlijk wel dat een publiek ook om een voorstelling heen of om een kunstwerk heen zijn best doet om, nou ja, zich te verdiepen? En ik denk dat, ik heb natuurlijk in mijn achterhoofd ook leerlingen en scholen, hè, dat... Moet je dat leren? Ik vond het ook wel interessant om hun even te horen, omdat zij echt podiumkunsten beoefenen. Terwijl in de beeldende kunst, behalve op de opening die eigenlijk niet meetelt, heb je geen contact met je publiek. Dus je ziet ze niet en je hoort ze niet en je weet eigenlijk niks. En dat is nooit stiekem, eens kijken, ja, stiekem luisteren of kijken. Ja, nou dan zijn schoolklassen natuurlijk het allerinteressant. Die roepen van alles en daar kan je enorm veel van leren. En omdat ik ook nog eens in mijn werk heel erg geïnteresseerd ben in hoe dingen, ja, wat de perceptie is van bepaalde fenomenen, van visuele dingen, vind ik het eigenlijk heel spannend om te kijken wat er gebeurt. Wat zien mensen erin of wat nemen ze mee en wat niet? Of ja, wat is dat gat tussen wat je bedoelt en wat er... Ja, hoe de receptie is eigenlijk. Maar daarin, ondanks dat je allemaal in de kunsten actief bent, is er echt een groot verschil tussen... Ik denk als je op een podium staat, dat je wel een beetje voelt wat een zaal voor een sfeer heeft. Of, maar het helpt wel in... Het gekke is dat ik doe ook wel avonden bij mensen thuis of zo, waar ik dan dingen uitleg. Begrijp je gewoon een hele kleine kring. Ja, ja. En waar je dan.
een dichter behandelt. En je hoeft maar 5 minuten context te geven over het leven van die dichter, over waar die zich bevond en wat zijn interessante dingen. En je doet dan een gedicht en dan kunnen de mensen zoveel meer daarvan oppikken. Shakespeare hetzelfde, je hoeft maar te vertellen waar het verhaal vandaan komt, wat de personages zijn, waarom hij het zo geschreven heeft, let eens op die Klaus, let eens daar, eigenlijk bedoelt hij dat daarmee. En dat zo'n stuk opent zich dan. Ja, en ik merk dat ook bij beeldende kunst, waar ik dan iets minder verstand van heb, als me dat aangereikt wordt door iemand die mij leidt, hoe ik moet kijken en wat de context is, wat de periode daarvoor is en daarna, waarom dat schilderij dus precies in het scharnierpunt van de tijd valt, dan kijk ik heel veel beter. Beter, in ieder geval begrijp ik het beter. Dus ik merk, zonder dat het belerend moet zijn, en ik heb een ontzettend hekel aan heel veel tekst bij schilderijen en vooral beeldende kunst, dat ik denk, ja, flikker op, laat me nou gewoon kijken. Mm-hmm. Maar de context is tegenwoordig wel erg belangrijk. En vooral bij ietsje complexere dingen merk ik dat je het publiek daar wel iets mee helpt. Ja, mijn oude compositieleraar zei altijd, hoe langer de program note, hoe slechter het stuk. Omdat je dan blijkbaar zelf moet uitleggen over wat de muziek heeft, wat eigenlijk de muziek zou moeten zeggen. Dat is misschien anders bij, dat is denk ik anders bij beeldende kunst. Maar... Nou, ja, waar ik heel erg in geloof is dat er een niveau is waarop je er gewoon iets mee kan als je niks weet. Maar dat wel, hoe meer kennis je er over die context hebt en misschien over specifieke dingen, dat je er ook meer uithaalt. Dus dat het eigenlijk aan de kijker is, of aan de bezoeker, of om zich al dan niet daarop voor te bereiden. Maar je hoeft geen wiskundige te zijn om van Bach te genieten, terwijl er zijn verhandelingen over Bach. Weet je? Mm-hmm. Maar het is wel handig als je bijvoorbeeld de regels van een sportwedstrijd kent, ja, om het verschil te zien tussen een goede wedstrijd en een slechte wedstrijd. Die analogie gaat natuurlijk niet helemaal op, want in de kunst veranderen die regels ook met de tijd, omdat het zich ook verhoudt tot de tijd en tot de cultuur. Maar het is wel zo, als je denkt, ik kom als een onbeschreven blad, wat kinderen natuurlijk vaak hebben, dat het heel erg helpt om iets aan te reiken over motieven of over historische context of over materiaal, voor mijn part. Ja, ik vrees dat de jeugd daar niet heel veel zin meer in heeft. Wat ik merk is dat er nu een soort ontwikkeling is in theater, waarbij smartphones steeds meer in de zaal toegelaten worden, die een soort extra laag van informatie geven tijdens het stuk, tijdens de uitvoering. Dus je kunt daar ondertiteling zien bij een opera, maar ook klikken op een personage en daar een soort background story zien. Dus ik denk, dat is een van de oplossingen, dat je de context tijdens het stuk gaat geven. Ja. Maar dat is een beetje de tekst naast het schilderij. Nou, Toomlik speelt Hamlet in Londen en Cumberbatch, die kan gewoon, als hij begint met er zijn of er niet zijn, to be or not to be, dan springen alle tieners op en beginnen hem te fotograferen en te filmen. Ja, ja. Dus dat hele stuk wordt vernacheld. Hij is al des duivels geworden, maar het helpt niet. Nee. Ja, maar goed, je kan je daar daarover opwinnen of je kan het gebruiken. En ik ben meer geïnteresseerd in het gebruiken. Ja, hoe kan ik, oké, dit is de DNA van deze tijd, hoe ga je daarmee om? Weet je wel? Ik vind dan ook dat moet die eigenlijk tegen mensen zeggen, wie een foto neemt, moet nu op het toneel komen, om me heen komen zitten. En dan doen we deze monoloog, terwijl jullie mij filmen allemaal. Zo, dan moet je er ook echt een event van maken. Ja. Ik denk dat ze het monoloog ook beter begrijpen. To be or not to be, that's the question. Ja. Goed. Maar moeten we het niet over onderwijs? Ja, dat was mijn voorstel ook. Want, ja, maar tegelijkertijd dacht ik, het is wel goed voordat we het over kunst in het onderwijs gaan hebben, dat jullie toch ook heel duidelijk maken hoe jullie dan over kunst denken. Dat hebben we nu denk ik gedaan. Dus ik stel inderdaad voor dat we mijn tweede cluster van vragen maar gewoon overslaan. En doorgaan naar het onderwijs. En inderdaad de vragen, dus ik had een aantal vragen geformuleerd. Eerst, wat zou je willen dat kinderen en jongeren leren over je werk? Over jouw werk, gewoon heel persoonlijk. Stel nou dat jij onderwerp bent van een les. En dan moet je even kijken, laten we het even tot middelbaar onderwijs beperken. Dat is misschien goed.
Over je kunstvorm, jouw kunstvorm, muziek, theater, beeldend, of over kunst in het algemeen. Heb je daar een idee? Wat vind je belangrijk? Misschien is het goed. Wil jij beginnen? Ja, ja hoor. Nou, er zijn regelmatig klassen met kinderen in de zaal of bij mijn opera's. En soms ga ik dan ook naar de klas en leg dingen uit van tevoren. Maar het valt mij op daar had ik het net al even over, dat er toch een soort van nature een soort openheid is om mee te willen gaan in het stuk, in het verhaal, in wat ze zien en horen. En dat is zeker zo bij jonge kinderen. Ik denk dat veel van het niet bevatten van de complexiteit van kunst bij kinderen door kinderen heel anders wordt ervaren dan door volwassenen. Mm-hmm. En dat die daar veel opener in zijn. En dat die makkelijker grote sprongen maken in hun fantasie, in verhaal, in verhalen. En dat is een fijn aspect. En ik denk dat het belangrijk is dat dat aspect in de kindergeest, dat we dat zoveel mogelijk in stand proberen te houden. Of in ieder geval voeden met inderdaad op de juiste manier over kunst praten. En het aangeeft dat het oké is om dat zo te voelen en zo te zien. Sorry, dat is een beetje vaag. Maar ik denk dat het... Dat er voorbereiding nodig is, maar ik denk ook dat er een deel van al van natuur aanwezig is. En wat jij noemt op de goede manier over kunst praten, hoe zou je dat doen? Of hoe doe je dat eigenlijk? Hè? Want dat doe je in feite als je over wat je doet met ze praat. Nou, dat heeft een beetje mee te maken met wat ik net zei. Ik vind dat je in ieder geval genrevrij moet zijn, als leraar muziek bijvoorbeeld. Ik had op mijn middelbare school in Alkmaar een muziekleraar die je kon als leerling een muziekstuk meenemen. Dat ging dan voor de klas spelen. Daar gingen we met z'n allen over hebben. Dus dat kon een stukje Sacre zijn, maar dat kon ook Careless Whisper zijn. Of Talk Talk of Michael Jackson. En het was ongelooflijk interessant, omdat je ten eerste hoorde hoeveel die smaken verschilden. Maar ook, we leerden daarover te praten en we leerden erover om niet met elkaar eens te zijn. En realiseerden ons dat het oké is omdat iemand anders iets mooi vindt en dat jij dat dan niet mooi vindt. En dat we dat ook niet altijd even goed kunnen uitleggen. Dus het is een soort kaleidoscopisch beeld van wat muziek kan zijn. En ook de Sacre horen en... Misschien een keer iets horen waarvan je denkt, hé, dat staat thuis niet op, maar ik vind het wel heel gaaf en dan ga ik toch nog snel luisteren. Ja. Dus het aanreiken van een zo breed mogelijk kleurenpalet, denk ik, dat het een belangrijke taak is. En dat mensen dan zelf wel, ja, dat je het uitgaan, ja, zoals de economie twee leraar van Gijs. Barbara, wat... Ja... Hoe zou jij het doen? Nou, je hebt natuurlijk het dingen maken en het over kunst praten. Maar ik denk de hele tijd, waarom niet de manier van kunstenaars om naar de wereld te kijken gebruiken? Omdat toch in het maken en het bekijken, wat ook heel belangrijk is, vind ik, en ook het praten erover, blijft toch gewoon dat... Ik ben consument of ik ben producent. En dan gaat het toch weer over dat ding. Over dat het toch altijd een ding moet opleveren. Wat je of gemaakt hebt of bekijkt. En er dan vervolgens iets van vindt. Terwijl, ja, ik denk, haal het nou eens weg bij dat ding. En laat zien dat de kunsten een vermogen hebben om verbeeldend of om kritisch naar de wereld te kijken... en om geschiedenis en aardrijkskunde anders te bekijken. Waarom, waarom is er maar één geschiedenisboek? Je zou net zo goed een kunstproject kunnen maken... van de manier waarop aardrijkskunde wordt gegeven. En het feit dat heel veel kunstenaars, zeker van mijn generatie... maar eigenlijk altijd wel, zich bezighouden met al die vakken... waar die kinderen toch al hebben op school, is eigenlijk een hele mooie aanleiding om die kunst te koppelen aan
de wereld in plaats van het zo juist naar de marge te schuiven en het als een eiland te beschouwen waar je ook nog iets mag maken. Want ja, de algemene indruk van een kind, op de basisschool wordt je al meteen geleerd, ja, die kunst, dat is iets wat buiten alles staat, weet je. Je hebt de echte vakken en je hebt dan ook nog het soort van pauze, maar toch geen pauze. Het telt niet, het geldt niet. En nou ja, sommige kinderen beleven de lol aan. Maar het is ook heel erg afhankelijk van wie het geeft. En ik vind het gewoon heel gek dat iets wat zo bij je bewustzijn hoort, zo in een soort marge wordt gedreven. Ik denk dat je uiteindelijk die andere vakken ook veel op een veel spannender manier kan benaderen als je daar een soort kritisch vermogen voor ontwikkelt. Dus ik denk niet, er moet over mijn kunst gepraat worden, maar veel meer, wat kunnen ze leren van de manier waarop ik naar beeld kijk of naar tekst kijk of naar iets ergens mee omgaan. Wel, ja, hoe ga ik met iets om en hoe, ja, wat kan je daar uithalen voor jezelf als leerling? Dus meer op die manier. Dus ook veel meer combineren met andere vakken of integreren zelfs. Ja. Ik ben het daar eigenlijk wel helemaal mee eens. Dat is ook al waar ik het in het begin over had. Dat het niet zozeer is dat je een uurtje dit krijgt, maar dat je de nieuwsgierigheid, als je kunst en wetenschappen gaat over wat gebeurt er met dijken en zand en water. En dat kan je maken. En daarbij komen, dan moet je kijken wat de krachten van het water op. Maar tegelijkertijd maak je dijk, werk je met water. Komt wiskunde, meetkunde, taal, je moet het definiëren. Het met gedichten, muziek, idem dito, je lied, wat is de muziek, wat is de tekst, waar komt die tekst vandaan, wat wil het zeggen? Is die tekst, klopt die grammaticaal, ja of nee? Maar waarom heeft hij dat nou gedaan? Ja, omdat, hoe werkt hij? Nou ja, je kan eigenlijk, elk vak kan je wel op een manier geven waardoor de kinderen zelf het gevoel hebben dat ze erachter komen in plaats van ze zegt zo hoort het. Mm-hmm. En die nieuwsgierigheid prikkelen, dat is wat ik denk dat heel erg belangrijk is. Ik vond zelf de middelbare school, waarvan ik maar een klein beetje heb meegekregen, ondoenlijk, omdat er nooit over het verband tussen de dingen werd gepraat. Je zat gewoon een uur het een te doen en dan weer een uur het ander, terwijl natuurlijk heeft aardrijkskunde en geschiedenis en taal allemaal met elkaar te maken. Het is één groot verhaal, maar het wordt opgedeeld in partjes en op een manier die ik gewoon totaal onlogisch vond. En nou ja, dat is niet goed afgelopen. Je hebt die school afgebrand, geloof ik, of niet? Nee, ik ben gewoon niet meer gegaan. Ja, ik denk vanuit mijn vak ook wel dat ik vind het heel belangrijk om de verbeelding bij kinderen om te zien hoe dat werkt. En om ze te stimuleren die verbeelding te gebruiken. En om, want verbeelding heeft ook te maken met je bewust worden van iets dat er niet is, maar kan gebeuren. En dat heeft te maken met wat zou er kunnen gebeuren als. En dat betekent dat je ook verplaatst in iemand anders, maar ook in anderen. Het levert empathie op. Het levert heel veel dingen op als je de verbeelding bij kinderen flink stimuleert. En je kan alles zijn, je kan alles spelen, je kan alles worden. Dat mag, je kan schijn en werkelijkheid, vind ik een heel interessant thema. Taal, maar ook beeldtaal. Wat zie je op de televisie? Laten we het daar eens over hebben. Wat hebben jullie gisteravond op de televisie gezien? Heeft iemand het nieuws gezien? Ja. Vertel eens, wat heb je gezien? Was dat echt? Ja, want ik heb het gezien. Maar hoezo? Hoe weet je dat? Is dat, daar stond een camera op. Iemand heeft een beeld gemaakt. Waarom heeft hij die camera daarop gezet? Wat is beeldtaal? Wat is een beeld? Is dat de waarheid? Wat gebeurt er als je een foto kadreert? Laten we het
dit is even weg. Wat is, oh, maar dan blijkt dat, waarom heeft die fotograaf dat niet gedaan? Dus wat is de waarheid? Wat is taal? Wat is, dat zijn allemaal hele filosofische, interessante dingen. Maar het heeft heel erg te maken met de beeldtaal waar de kinderen tegenwoordig in zitten. Wat zien ze? Waarom zien ze dat? Wat is de bedoeling van degene die je dat beeld laat zien? Mm-hmm. En dan kom je al meteen bij maatschappijleer, dan kom je bij economie. Dan kom je bij, ja, ze willen dat je dat koopt of ze willen dat je denkt dat. Maar is het zo? Wie bepaalt dat dan? De NOS? Maar wie is dan de... Nou ja, begrijp je? En dan kom je bij zoveel dingen terecht. Maar dat gaat allemaal uit van vragen. Mm-hmm. En dat is een manier waarop ik denk dat het onderwijs heel interessant kan worden. Het gaat al heel goed hoor, want wij weten maar... Er zijn heel veel goede voorbeelden van geweldige scholen waar dit allemaal al is. Maar er is nog steeds een soort... Ja, rigiditeit van bovenaf. Nou, we hadden laatst die expert meeting waar jij ook bij was over onderwijs. Misschien heb jij er ook wel iets van meegekregen. En we hadden het erover hoe wetenschap en kunst in het onderwijs vertegenwoordigd zou moeten worden. En toen hadden we het erover, ja, wat voor titel moet die ochtend dan hebben? En toen zei iemand, nou, die moet het nieuwsgierige kind heten. En toen, ja, nieuwsgierige kind. En ik dacht, oh, wat een cliché, het nieuwsgierige kind. Weet je, dat is bijna een pleonasme of zo. En toen zei iemand tegen mij, ja, dat lijkt een open deur, maar op scholen wordt die nieuwsgierigheid juist ontzettend onderdrukt. Want de leraar die weet alles al. Dus het idee is gewoon heel erg dat er dingen ingestopt worden. Die leraar praat, die weet alles. En het kind is een soort vat wat gevuld moet worden. Terwijl, ja, die nieuwsgierigheid, die wordt eigenlijk nauwelijks gestimuleerd. Dus zo'n cliché was het eigenlijk helemaal niet. Nou, wij kregen ook wel opmerkingen uit de zaal toen van leraren die door deze opmerking wel heel erg beledigd waren. Want die zeiden, dat is helemaal niet zo en wij doen echt wel ons best. Maar wij willen wel graag geholpen worden van bovenaf en het niet... Wij moeten zo godvergeten veel. Ja. En dat is ook wel waar ik mee begon. Dat ik denk, ja, wil je echt onderwijs... Onderwijs heeft maar met één ding te maken. Dat is aandacht. Aandacht van één persoon naar een ander. En in de overdracht van dat moment waarin er stilte is en aandacht, kan er heel veel gebeuren. Hoe meer mensen er zijn, hoe minder aandacht er is voor... Dus hoe minder concentratie, bla bla. Nou, grotere klassen, er moet enorm veel. De druk is groot, het moet efficiënt. Dus er kan nog wel een leerling bij. Begin dan maar eens met die randvoorwaarden iets op te rekken. Ja. Zou ik zeggen. Nou, waar ik heel erg voor wil waken, is dat kunst in het onderwijs betekent dat je alsmaar projecten erop blijft stapelen. Van nou, nog een kunstproject, kijk eens hoeveel kunst er is. Mm-hmm. Terwijl ik denk, integreer het dan. Dan verhoog je ook niet die werkdruk, maar ik denk dat je zelfs het werkplezier zou kunnen stimuleren daarmee. Ja, misschien is dit trouwens wel een heel goed moment. Heel goed moment, want deze mensen weten daar allemaal veel meer over dan wij. Om even te kijken hoe u hierop reageert en wat uw ideeën zijn. Wat u tot nu toe gehoord heeft, dat is misschien wel leuk om te hebben. Ik heb een vraag aan jullie. Als jullie nu zitten te praten over kunst... Kan dat dan opwegen tegen de activiteit van dat proces van die kunst, van dat op het podium staan, van dat maken van muziek, van dat maken van beelden, opwegen? Want dat is namelijk iets waar ik van denk in het onderwijs, dat in de discussie, ik heb ook het boek zelfs al voor een groot gedeelte gelezen, toch wat ondergesneeuwd blijft, dat zelf maken, dat er iets vanuit jezelf komt, dat iets is... Waar je ook de ruimte en de tijd en de middelen voor moet krijgen om dat te kunnen doen. Ja, een van de leukste middagen op mijn basisschool was op vrijdagmiddag ik weet niet meer hoe we het noemden, maar we mochten playbacken met houten gitaar ABBA spelen en toneelstukjes doen. En dat was eigenlijk vrij om te bepalen wat je zelf kon doen, wat je zelf wilde doen en je mocht je daarvoor intekenen. En dat heb ik als enorme
bevrijding ervaren. Dat je inderdaad zelf met iets mocht komen en dat je dat moest je dan ook allemaal zelf regelen. Je moest het zelf produceren als het ware. Ik zag daar toch hele interessante dingen gebeuren. Niet iedereen wilde daaraan meedoen, dat is ook oké. Sommige mensen wilden liever kijken en lachen. Maar ik ben het er heel erg mee eens dat hands-on heel belangrijk is. Dus het gebeurt nu wel in volgens mij in handenarbeid en dat soort vakken. Mijn vraag gaat eigenlijk erover van, zoals jullie nu hier zitten, hè, van jullie praten nu over je werk en je denkt erover na. En waar Barend het heel erg over heeft, ook in Cultuur in de Spiegel, is meer dat perspectief van die reflectie en het zelfbewustzijn. Maar volgens mij kan dat zelfbewustzijn, als je dus het hebt over kunst en onderwijs, heeft dat gewoon nodig dat je ook die bron hebt ervaren, die jullie allemaal hebben ervaren, waar je volgens mij ook echt voor leeft, voor die kunst. Je bedoelt gewoon dat kinderen ook muziek moeten maken, drama? Ja, natuurlijk. Ja, dat hoop je natuurlijk. Dat moet je faciliteren, of binnen of buiten school. Maar dan is de titel van het boek Arts Education Beyond Art. Hoe moet die dan zien? Ja, dat weet ik niet. Ik weet het niet eens. Dat moet je natuurlijk aan mij vragen. Ja. Nee, ik hoop dat ik daar in mijn inleiding in ieder geval iets over gezegd heb, over waarom we voor die titel gekozen hebben. Het is ook een titel, hè, dus zo moet het ook werken. Dus. Nou ja, dus misschien het manco van de benadering in het boek, hè, is heel duidelijk en daar zijn aardig perspectieven vanuit de filosofie, vanuit de sociologie en het onderwijs. Maar ik vind daar één ding wel heel erg ontbrekend. Ik was blij dat de kunstenaars van de Academie van Kunsten dat deel eigenlijk heel erg belichten. En dat is namelijk precies waar ik het net over had, van die drijfveer, wat jij dan niet als drijfveer wil benoemen in het begin. Maar die toch zo'n bron is van waaruit die kunst waarde krijgt voor kinderen ook. Dat was ook wel een van de vragen die ik nog in mijn zakje had op de laatste sheet. Namelijk die verhouding tussen zelf maken en meemaken. En inderdaad, wat jij zei, kennis over. Kennis over kunst. Hoe jullie die verhouding zien. Tussen dat verschilt volgens mij heel erg per discipline. Ook omdat ik ben begonnen in de fotografie. En daar deed ik fysiek nog heel veel zelf. Maar langzaam ben ik eigenlijk misschien wel meer een soort regisseur. Dus wat ik maak is toch vrij talig van aard. En daardoor begin je toch met een idee wat misschien eerder literair is of conceptueel, dan dat ik met mijn handen iets maak. Maar ik denk wel dat het heel goed is, juist in deze digitale tijd, voor kinderen om gewoon fysiek iets te doen. Mm-hmm. Of het nou muziek maken is of acteren of... Dat extra, nou misschien wel extra belang heeft gekregen. En er is een filmpje op YouTube, zag ik, over een Amerikaanse school, een zwarte school, waarin eigenlijk elke les wordt gezongen en gedanst. Maar of het nou over taal of rekenen gaat, omdat blijkt dat kinderen het beter opletten en beter kunnen reproduceren als ze alles zingen en dansen. Omdat het dan ritme en vorm heeft. Dat was geweldig. Heeft iemand dat gezien? Ja. The proof of the pudding is in the eating. Dat is natuurlijk wel zo, ja. En die kinderen hadden alleen maar enorm veel plezier. Dat zag je ook. Ik herinner me niet dat wij dansten, maar ik bedoel, zingen en zo, dat werd toch heel vaak gebruikt? Ja, ja, zeker. Ook, zeker, zeker, hè, de ritme en zo. Rijtjes en weet ik wat allemaal. Wou je eens wat zeggen? Ja. Is het overigens handig als mensen even zeggen wie ze zijn? Ja, lijkt me goed. Dat ga ik doen. Ik ben Irene Fortuyn, beeldend kunstenaar. En ik denk dat het heel erg belangrijk is, en dat noemde jij ook, Barbara, dat op scholen er niet zo gestigmatiseerd wordt op of je bent creatief, mm-hmm, of je bent intellectueel. Maar je bent in ieder geval niet allebei. Hè? Dus als je goed bent in dingen maken en dingen doen, dan is dat ogenblikkelijk een iets, maar in ieder geval niet dat andere. En ik denk daarom dat het als ik de titel lees, Art Education Beyond Art, met een hoofdletter,
dat als je dat nou eens inderdaad niet zo apart zet, maar onderdeel maakt van de rest, en inderdaad met die nieuwsgierigheid en ook kunst als manier van de wereld bevragen. En inderdaad, die nieuwsgierigheid is daarbij heel belangrijk, maar vooral ook die... Het is voor mij een grote motivatie. Ik ben nu op de Design Academie in Eindhoven, hoofd van een van de afdelingen. Daar krijg ik ontzettend veel studenten die briljant zijn, maar hartstikke dyslectisch. En die dus eigenlijk hun hele leven ook gehoord hebben dat ze of gevoeld hebben of ervaren hebben dat ze toch een beetje dommer zijn dan de rest. Mm. En juist met hun doen wij nu veel filosofielessen met ontzettend leuke mensen. En dat zijn zulke authentieke denkers. Ja, ze kunnen het niet foutloos opschrijven, maar ze kunnen daarin ontzettend veel ontwikkelen. En dat brengt ons, dat geeft ontzettend veel. Dus ik denk dat daarin iets zit, dat op scholen wordt dat zo uit elkaar gehaald nog. En er zit een grotere waardering, of een hele grote waardering natuurlijk op het cognitieve en de briljantie van het andere. Dat is natuurlijk ook iets. Maar dat is precies wat ik heel kort aanduidde als die erfenis van de verlichting. Ja. Dat idee van die essentie en het genie en het aparte. Ja. Het is één gebied binnen de cultuur en dat is de kunst. Met Als je daarin zit, steeds meer als een vorm van kennis zien en dan niet een minderwaardige kennis, maar een ander soort kennis. Ander soort, ja. Dat is wel echt ook voor de Academie van Kunsten een... echt een heet hangijzer om te laten zien wat wetenschappers aan ons hebben en vice versa. Dat was ook nog een vraag, geloof ik. Dag, ik ben Wendela. Ik vind het lastig in dit gesprek voor de discussie van heb je het over kunstonderwijs aan jonge kinderen of aan pubers enzovoorts of... beroepsonderwijs, omdat zeg maar... Beroepsonderwijs hebben we het niet over. Nee, daar hebben we het niet over het kunstonderwijs, vakonderwijs. Dus lager en lager middelbaar. Nee, om wat Irene net zegt van, zeg maar, in Eindhoven, dat is beroepsonderwijs natuurlijk. Omdat zeg maar aan basisschool kan je denken dat je daar misschien een andere vorm van kunstonderwijs, waar dat veel meer indruppelt... dan wat je op de middelbare school doet, omdat dat misschien al veel specifieker of inderdaad ook schoolgebonden of dat. Dus ik voel me eigenlijk af waar nu de focus op ligt in dit gesprek. Oké. Ja, als je echt iets wil veranderen, moet je natuurlijk ook bij die pabo's beginnen en de opleiding van de leraren en de honorering en. Dan moet je echt het hele veld bekijken. Dat is wel... We toen in die bespreking die we hadden met kunst en wetenschappen, hadden we het ook heel vaak over het soort... Dat je schooltijd een soort portfolio is. En waarin je eigenlijk dingen maakt de hele tijd en verzamelt. En rangschikt. En dat je dus al op de lagere school eigenlijk al dingen... Wat sommige scholen al is. Maar wat heel erg... Iemand noemde een voorbeeld dat iemand uit de brugklas of tweede klas met iemand uit de zesde klas samen een project hadden gedaan, omdat ze dezelfde interesse hadden. En dat is natuurlijk geweldig, dat dan iemand uit de tweede klas van de middelbare school en iemand uit de zesde samen een tijd optrekken. Dat is natuurlijk een enorm niveauverschil, maar ze leren, die oudere leert die jongeren weer wat. En dat is natuurlijk, dat is een soort ideale wereld, zie je dat. Maar dat doorbreekt wel heel wat grenzen. Ja, daar hoop je natuurlijk op dat tot de mogelijkheden behoort. Ja, ik ben Geert Rion, ooit als muzikus geschoold, maar tegenwoordig meer in het kunstbeleid beland. Ik vroeg me af, zoals jullie nu zo over spreken, gaat het eigenlijk om, even vrij vertaald, het arrangeren van ervaringen eigenlijk, hè? Mm-hmm. Voor jonge mensen. Hè? Die ervaringen waar ze echt iets aan hebben, die tot hun doordringen. En tegelijkertijd... zeggen jullie ook allemaal dat het onderwijs daar eigenlijk helemaal niet de geschikte plek voor is, voor dat type ervaring. Niet zoals het onderwijs nu georganiseerd is. Daarom gaat de discussie ook steeds in de richting van, ja, het onderwijs zou eigenlijk in zijn geheel anders moeten. Maar zouden we niet ook een stukje moeten kijken naar wat we aan ervaringsoverdracht, die waardevolle esthetische overdracht, rondom de school en niet zozeer in de school, in die leerfabriek die er noodzakelijkerwijs met die grote groepen enzovoort. Hè, waar kunstenaars, ik heb ze uit ervaring gezien en ik heb ze werk zelf ook gedaan, al snel stuk lopen op organisatorische problemen.
zich helemaal leeggeven voor zo'n klas waarbij de school, waar de school eigenlijk helemaal niet eens op zit te wachten. En waardoor we eigenlijk al 30 jaar de ene best practice na de andere in Nederland doen. Hè? Met allemaal flankerend beleid. Maar noem even, wat je bedoelt in de omgeving van de school. Ja, maar word eens concreet. Dat hele idee van een, zoals in Engeland, die culture hubs of die music education hubs zijn georganiseerd. Of in Nederland de brede aanzetten tot brede school zijn. Hè? Waarbij je dus in de omgeving van de school, na schooltijd, koppelingen maakt tussen... kinderen die een beetje nieuwsgierig zijn en die dan onder hun eigen voorwaarden dat verder kunnen ontwikkelen met die inspirerende leraar die er dan ook is en die daar dan ook tijd voor heeft. Moeten we daar niet veel meer naar kijken, veel minder onze ambitie op die leerfabriek zetten en daaraan gaan wrikken, want dat doen we eigenlijk al 30 jaar. En de resultaten zijn eigenlijk in structurele zin, ondanks het prachtige werk van Barend, maar in structurele zin tot nu toe eigenlijk heel laag. Ja, maar ik vind het toch te gek dat je er zegt, we laten het onderwijs, daar doen we niks meer aan, die 12 jaar. Dat ik nee, dat zeg ik zeker niet. Nee. Nou laten ja, dan daarnaast of je laat dat dan onderwijs zijn waar gestampt wordt. Nee, maar laten we aanvaarden dat het... Dat lijkt me echt helemaal de verkeerde weg. Nou, laten we aanvaarden dat die spanning er is. Ja, nou, want, ik kan het in ieder geval benoemen dat inderdaad niet tot op heden niet goed gelukt is. Maar ik denk dat de school bij uitstek de plek is waar dat wel plaats kan vinden. Het zal ook wel moeten, want het aantal muziekscholen neemt ook al drastisch af in Nederland. Inderdaad. En bibliotheken. Dus die plekken die er dan zouden moeten zijn voor de kinderen, die zijn alleen nog maar voor de happy few. Ja, groot punt van zorg wat mij betreft. Ja. Volgens mij speelt er namelijk op de achtergrond nog iets. Als je naar de, ik herken het heel goed, als je een beetje naar de geschiedenis kijkt van het kunstonderwijs, hè, vanaf het begin van de 19e eeuw. Dan zie je dat er steeds weer deze discussie is echt, hè, die komt iedere keer weer terug. Heel sterk is die ook in het begin van de 20e eeuw gevoerd. En dat heeft te maken met het feit dat wij een tweeslachtige, ambivalente opvatting hebben over onderwijs. Hè, aan de ene kant is onderwijs, eigenlijk in een hele klassieke traditie, onderwijs in abstract denken. Dat is vooral talig en eigenlijk vooral formeel. Taal is zelfs secundair ten opzichte van het rekenen. Het is taal en rekenen. Dat is waar wiskunde, dat is waar school over gaat. En de rest kun je wel ergens anders leren. Zelfs spreken leer je buiten school. School, daar gaat het uiteindelijk om abstract denken. En voor de kunst zou dat betekenen alleen maar de reflectie erop. Het esthetische. Filosofie, dat soort dingen, dat hoort daar thuis. En de andere opvatting over kunst is de beeldingsidee. Hè? Dus dat school je eigenlijk vormt. En dat je maar daar hebben we weer last van dat verlichtingsidee van die verschillende disciplines naast elkaar. Wat weer heel mooi past bij dat formele denken. Dus als dat formele denken die disciplines binnen school houdt, doet ze dat in aparte vakjes. En dat is volgens mij het probleem waar we steeds tegenaan lopen. Daardoor komen we er niet uit. Ja, nou ja, als je, ik weet er zelf te weinig van, maar er zitten vast mensen in de zaal die het wel weten. Als je veel meer over onderwijs dat gestoeld is op de humanities, dat zal geen basisonderwijs zijn, maar ja, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten heb je een andere indeling. Ja. Daar wordt ook een samenhang gecreëerd waar ook plek is voor een andere visie op bepaalde vakken of op de integratie van vakken. Dus ja, dat is wel echt een ander model. Ja, ander model. Ja. Om die samenhang te kunnen zien, moet je anders denken over je onderwijs. Absoluut. Ja. Ja. Daar was ook nog een vraag. Ja, daar was ook. Oh, hier is dat. Ja, dankjewel. Mijn naam is Marielle Vogel van de Docentenscan. We hebben net samen met Cultuur Mei Oost en ook het basisonderwijs ongeveer een culturele competentiescan ontwikkeld voor de docenten. In het basisonderwijs. Ja, dus juist waar jullie het eigenlijk over hebben. Dus als je het hebt over onderzoekend vermogen, creërend vermogen, samenwerken ook, presenteren. Dat komt eigenlijk terug in die scan. Ook omdat er nu tegelijkertijd wordt gewerkt aan je hebt een CITO-toets natuurlijk aan de ene kant waar dat ouderwetse taal en rekenen weer in terugkomt. Maar aan de andere kant zijn ze nu bezig met een toets, maar het is meer zeg maar gaming. Waarin leerlingen veel meer worden getoetst op die andere competenties, die culturele competenties. Maar daarbij hoort natuurlijk ook wel dat die leraar dat moet kunnen herkennen. Dus vandaar de docentenscan.
Dat was niet mijn vraag, maar even puur de introductie. Volgens mij zit met name de problematiek, tenminste wat wij vaak tegenkomen in onze discipline, is de waardering ervan. Je begon eigenlijk je verhaal al met betrekking tot de waardering van de kunsten. Maar dat is ook een probleem in het onderwijs. Dus als je kijkt naar competentiebeoordeling, dus als je het hebt over hoe beoordeel je nou iemand zijn onderzoekend vermogen, of hoe beoordeel je nou iemand zijn verbeeldingskracht, of zijn nieuwsgierigheid, of zijn ondernemendheid, dat is ook zo'n competentie die we regelmatig horen, dan zit daar over het algemeen de moeilijkheid. Dus taal en rekenen, daar kan je misschien heel makkelijk een cijfer voor geven. Ja. Maar hoe beoordeel je eigenlijk... Moet je niet afvragen of je het überhaupt wel moet beoordelen? Nou, dat is een goede vraag. Op dit moment is dit daar natuurlijk heel vaak een probleem. Ook als je kijkt binnen het hoger onderwijs, met name met het college van bestuur. Maar als je kijkt naar ook het lager onderwijs en middelbaar onderwijs, is dat we natuurlijk nog heel erg een maatschappij hebben die gericht is op cijfers. Ja. En wanneer is iemand nou geslaagd en wanneer niet? Ja. En daar zit nog steeds een moeilijkheid. Dus misschien zouden we daar eens een keer met elkaar een oplossing voor kunnen vinden. Nou, langzaam wordt de politiek rijp voor een ander verhaal. Dat zeg ik heel optimistisch. Ja. Ze hebben ons als academie gevraagd, heel optimistisch. Ja, ja. Ja, jij bent daar cynischer over. Maar ik weiger cynisch te zijn. Ze vroegen aan de Academie van Kunsten, wat moeten we kinderen leren om in 2032 mee te kunnen komen? En nou, dat weten wij natuurlijk helemaal niet, wat je kinderen moet leren, want wij weten niet hoe de wereld er in 2032 uitziet. Maar het beste wat je kan doen als je niet weet hoe de wereld eruit gaat zien, is in ieder geval het vermogen hebben om naar dingen te kijken kritisch en om je aan te passen en om creatief te zijn. Dus om in eigenlijk iedere omstandigheid iets te kunnen vinden, ja, waarmee je vooruit kan of waarmee je anderen kan helpen. Dus vreemd genoeg komt via zo'n vrij belachelijke vraag vanuit de politiek, kan je toch met de kunst heel ver komen, ook al vraag je je af, weet je wel, waarom je überhaupt kunst als een soort oplossing zou moeten inzetten. Maar ja, de competenties die je moet hebben in 2032 is in ieder geval niet dat je alleen maar iets kan leren met een vastgesteld doel als uitkomst. Dus nou ja, daar, ik zie daar dan wel weer licht. Dat is beweging, maar ja, de commissie Schnabel, die is daar enorm mee bezig. Maar achter het scherm hoor je wel dat dat toch allemaal wel binnen alle kaders moet kunnen passen, zoals dat in Nederland gaat. Maar goed, er is in ieder geval wel een vraag gesteld en er zijn mensen mee bezig en het leeft. En ik moet ook zeggen, door deze minister, die cultuur, daar mag ze dan niet zoveel aan doen, maar onderwijs, daar gaat ze wel voor. En ik heb ook wel het idee dat het leeft nu. En dat is sowieso goed, begrijp je? Er is wel iets aan de hand, heb ik het idee. Zou je ook even nog aan kunnen geven wat voor goede voorbeelden je ziet hiervan? Nou, ik zie voorbeelden in het onderwijs van scholen die er zijn en initiatieven die er zijn, die heel erg volgens die dus wetenschappelijke en kunstzinnige tools gebruiken om kinderen spelend dingen te leren. Ik heb daar filmpjes over gezien, mensen die alleen maar, het uitgangspunt is licht. Kinderen spelen met licht en dat heeft met spiegels te maken, met reflectie en het maken licht objecten, kijken naar de stand van de zon, maken dan een object en dan zeggen ze, ja, maar hoe kan je dat object nou zo maken dat die schaduw die je zo mooi vindt, die moet daar. Nou, en dan blijkt opeens dat na een maand zo'n kind uitstekend kan rekenen, omdat hij door het maken van een lichtobject heeft hoek van inval, hoek van, nou begrijp je. En dat, daar kwam sterrenkunde aan te pas, want hoe gaat de maan? En dan kan je dus zien dat je hebt het over hoe werkt licht en die maakt een lichtobject en opeens komen daar heel veel vaardigheden bij kijken. Dus met veel fantasie zijn er waanzinnig veel voorbeelden. Goed, dat zijn wel elitaire dingen misschien, maar met die voorbeelden kom je een eind. Dat is eigenlijk onderzoekend onderwijs.
Maar het gaat eigenlijk wel over opwekken van passie bij kinderen, lijkt me. Je moet een kind zo gemotiveerd krijgen dat hij dat allemaal wel zelf wil onderzoeken. Ik herinner me een verhaal, Verenigde Staten, een jongen die vooral aan het gamen was de hele dag. En zijn leraar had op een gegeven moment het idee, zocht dat spel op en zei ik wil graag dat je moet nog een stuk schrijven, maar ga maar een walkthrough schrijven van een paar levels van dat spel. En hij kreeg hem zo aan het schrijven. En uiteindelijk heeft hij volgens mij een recensie geschreven over dat spel. Of ik weet niet precies hoe het zat. Maar hij heeft in ieder geval precies aangevoeld bij het kind waar het vuur brandt. En op die manier heeft hij hem aan het schrijven gekregen. En volgens mij moet je mensen hebben die dat kunnen ontdekken in kinderen. Ja, maar dat heeft toch te maken op het moment dat je 33 kinderen in de klas hebt. Dan zullen er toch altijd 6 zijn waarvan je denkt, ja jongens, daar heb ik nou geen... Ja, flikker maar op, weet je wel. Dan zit je maar met je telefoon te spelen. Ik zal nog even denk ik die vragen over de beoordeling, over het evalueren. We zijn bezig met een boek voor de PABO's en we hebben ook met PABO-docenten gesproken daarover. Onder andere over dit probleem, gewoon een kwestie van beoordeling of wel of niet beoordelen en eventueel dan hoe. En een van die docenten, en dat komt ook zeker in het boek, die zegt gewoon, nou er is gewoon één hele geweldige manier om dat te doen. Dat doe ik ook al jaren, uiteraard. Dat is gewoon met die kinderen erover praten. Gewoon praten. Dan zeggen, wat heb je gedaan? Wat vond je ervan? Andere kinderen erbij, laten zien, laten voor, laten horen. En zegt, dan krijg je een prima beeld van hoe ze het hebben gedaan en hoe het was. En dan hoef je helemaal geen cijfer te geven. Maar dan komt er een heel duidelijk beeld. Dus gewoon met de kinderen, het zelf laten doen, in feite. Reflecteren. En dat vond ik echt, ja, ik dacht, ja, het is eigenlijk zo logisch als wat. Tuurlijk. Het is echt peer review, maar dan op hun eigen niveau. Een peer review is toch wat je in de kunsten altijd, hè? Dat is de peers bepalen. Dat is ook goed. Hè? Je hebt geen absolute norm, dus daar moet je al niet aan beginnen. Wat is daar? Daar is al een heel lange vraag. Ja, ik heb een opmerking. Ja, er heeft geen microfoon nodig. Mijn naam is Thierry Duvet. En u had het over kunstintegratie in de klas. Dus je integreert ook in andere vakken. In Amerika heb je een stroming, dat is dan ook echt letterlijk arts integration. En een van mijn favoriete kanalen op YouTube is Editopia. Editopia is opgericht door George Lucas van Star Wars. En dat zijn allemaal filmpjes uit de klas van de docenten zelf met kunstenaars. Niet alleen over kunst, ook over techniek en andere dingen. Maar daarin krijg je gewoon praktische voorbeelden uit hoe je het kan doen. Dan gaat het bij mij meer leven omdat ik het zie. Dus omdat ik ook hoorde van het kan niet, het kan wel degelijk, alleen je hebt misschien de kennis niet, het niet gezien. En dat je daarom denkt dat het niet kan, maar er zijn echt wel kanalen waar je dat soort informatie kan vinden. Ja, ja. Een goede tip. Ja. Etopia. Etopia of Utopia? Etopia. Edutopia. Ja, van educatie, Edutopia. George Lucas. Achteraf nog een vraag? Ja. Hallo, ik ben Oscar en ik geef les op een middelbare school en ook op een leraaropleiding. Ik vond ook jullie opmerkingen interessant over welke context je geeft om kunst meer te ontdekken of daar in thuis te raken. Maar ik vind vooral jullie als kunstmakers, kan je ook te veel context of te veel kennis geven in jullie ogen over jullie werk? Zeker, ja, in het geval van muziek zeker, omdat het mooie van muziek en misschien wel van kunst in het algemeen is dat het is de truc om de kijker, om de luisteraars een aantal passen in de juiste richting te duwen, maar de laatste passen moet men zelf lopen. En die laatste passen, daar gaat het volgens mij om. Daar, dat is de waarde van kunst, denk ik. En dus geen absolute waarheid, dus natuurlijk geen absolute uitleg op absolute waarheid, maar dat is wel iets waar ik heel veel over nadenk. Dus hoe, helemaal in het geval van opera, of als je een tekstbron hebt, van hoe zorg je er nou voor dat je mensen zo ver naar jouw ideeën doet, dat ze ver genoeg zijn om de laatste passen zelf te kunnen maken. En zijn of haar eigen droom, interpretatie, waarheid erin te vinden. Dus daar gaat het wat mij betreft heel erg over. Ja, en bij het duiden van dingen moet je natuurlijk heel erg uitkijken dat je niet iets duidt waarbij je de mogelijkheid ontneemt van iemand om iets anders te zien. En je kan zeggen, dit schilderij gaat daar, maar iemand anders denkt, gaat daar al, dat is helemaal niet waar. Dus je moet heel erg uitkijken
Maar daardoor is het beter om een soort context te geven dan meteen een duiding. Het duiden is achteraf, kan je het erover hebben. Wat heb jij gezien? Heb je dat gezien? Ik heb iets heel anders gezien. Dus dat is... Ik begrijp precies wat je bedoelt. Je kan ook te veel context geven. Ja. Nou, uitleggen. Het is denk ik belangrijker dat je het hebt over de motivatie, eerder dan over wat dat ding zelf is of wat het moet voorstellen. Er was nog een... Ik ben wel benieuwd, kunnen die drie vaardigheden ook in het onderwijs bestaan zonder dat het kunst is? Je bedoelt de drie vaardigheden die ik noemde? Ja, want ik hoor jullie ook zeggen dat de belangrijke dingen aan kunst zijn verbeelden en empathie. Ja. En ik ben benieuwd of dat ook allemaal kan zonder dat het kunst is. Ja, ik denk dus absoluut. Juist. Alleen, ja, maar niet die combinatie, maar ieder apart komen ze ook in andere aspecten van het onderwijs heel erg tegen. Verbeelding bijvoorbeeld komt op heel veel terreinen voor, bijvoorbeeld alleen al in het hele technieksector. En ook bijvoorbeeld bij geschiedenis heb je heel veel verbeelding nodig. Dus op zich, die vaardigheden zijn niet specifiek voor kunst, dat denk ik. Nee, maar omdat de voorbeelden ook gaan over dijken bouwen bijvoorbeeld in de klas. Zeg maar, je bouwt een dijk in de klas, daar kun je toch ook op reflecteren, of niet? Zeker. Ja, maar dat is wat ik bedoel. Zeker. Ja, maar is het dan kunst? Nee, maar waar het over gaat, het is dat je... Het is niet kunst, maar je gebruikt iets met je handen maken. Daar komt bij kunst, daar komt bij techniek, daar komt bij rekenen, daar komt bij taal. Dus er zijn... Wat wij proberen te zeggen is dat je de verbeelding... alle dingen, het ontwikkelen van de fantasie van kinderen, ze nieuwsgierig maken, dat je de tools van de kunsten kunt gebruiken, maar dat het niet het doel is. Maar dan hoeft het niet kunst te zijn. Nee, helemaal niet. En dan kun je toch zeggen, niet. Die drie vaardigheden in het onderwijs en niet kunst in het onderwijs. Maar het grappige maar is... Maar improviseren, zingen, dansen, muziek maken, samen iets maken, samen iets creëren. Begrijp je? Het schuurt er allemaal wel tegenaan. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, maar ik kan me best voorstellen dat het verwarrend is. Omdat we zeg maar met die erfenis uit de verlichting ook nog zitten. Maar ik over zand en dijken en zo gesproken. Bij de zomergastenaflevering van Adriaan Geuze liet hij dat filmpje van Joris Iwens zien. Waarbij de afsluitdijk dichtgemaakt wordt. Hè, die laatste, dat zand wat erin gegooid wordt. En wat mij opviel was de muziek die erbij zat. Zo, ja. Propagandistische muziek. Ontzettend, hè? Maar dat was wel heel interessant, want daar werd dus de muziek gebruikt, inderdaad, om te reflecteren, hè, om vorm te geven eigenlijk, aan de ervaring die volgens Evans samenhing met het dichten van die Zuiderzee. Terwijl ik, en jij dus misschien ook, en wel veel mensen denk ik tegenwoordig, die muziek ervoeren als... Nou, het werd er echt ingehamerd. Stalinistische muziek. Ja. Nou, dat is heel leuk, want daar zie je dus precies gebeuren waar het volgens mij om gaat. Hier is iemand, en ik denk dat er ongetwijfeld ook nu nog mensen, maar zeker toen, zeker in die context waarin veel van dat soort muziek gemaakt werd, dat mensen dat ervoeren als ja, zo is het. Dat is het gevoel dat je hebt als je zo'n dijk dichtgooit. Dat wordt door die muziek verbeeld. En dus kunst, zou ik zeggen, op dat moment. Terwijl het voor mij later, ik zie dat het kunst zou kunnen zijn geweest. Voor iemand anders, dat is de context. Maar voor mij werkt het niet meer. Het is zo, ja. En dat is pas maar in. Het uitdrukken van zo'n ervaring, daar gaat het dan volgens mij om. En dat goed doen voor de een en niet goed voor de ander of niet meer. Zo. Ja, en dat je daar misschien over zou moeten hebben. Wat dan kunst is en wat de ervaring voor de een nou ja, daarom kunst zeg maakt ik, en de ander architectuur. Ja, je kunt dus nooit zeggen dat die muziek kunst is. Je kunt alleen maar zeggen, die muziek werkt wel als kunst op een gegeven moment voor een bepaald publiek. Ja. Nou, het is wel heel interessant dat de eerste keer dat ik jou sprak, is al best wel lang geleden, toen zei je, eigenlijk is de vraag, wat is kunst, daar is iedereen 30 of 40 jaar met een hele grote boog omheen gelopen. Het is altijd, wat doet kunst? Kunst is belangrijk, het is goed voor je. Allemaal sociologentaal eigenlijk. Maar gewoon, wat is het eigenlijk? Die vraag die mocht helemaal niet gesteld, want dat je werd gewoon geacht dat te weten. En dat is misschien ook wel taboe of zo. Dat klopt, het is taboe, ja. Het was ook not done. Belachelijke vraag. Want ofwel je weet het, je voelt het, ofwel je kunt het niet weten. Dat is de andere kant. Het is heel gek, je kunt het niet weten. Ah nee, kunst, nou,
Iets als liefde eigenlijk. Ja, dat is ondefinieerbaar, ongrijpbaar. Ja, dat is echt waar. En dat hoe goed bedoeld het ook is, dat heeft volgens mij, maar dat heb ik ook betoogd, het kunstonderwijs echt heel veel kwaad gedaan. Dat ongrijpbaar. In jouw inleiding zei je, wat is het nut van kunst? Hè? Dat wordt dan gesteld. Heel moeilijk om dat te beantwoorden, maar dat moeten we toch gaan doen. Ja. Toen dacht ik toch ook, ja, wat is het nut van het leven? Maar wat is het nut van een rekenonderwijs geven? Nou ja, dat kan je nog zeggen. Dat is om je hersenen te ontwikkelen tot het leren logisch na te denken. Kan toch ook met kunst? Dus waarom wordt rekenonderwijs... Maar goed, laten we hebben dat het onderwijs in principe... Dat we wel onderwijs moeten geven. Dat we laten we daarvan uitgaan. We kunnen natuurlijk ook gewoon... Ik stel hem ook bij rekenen. Ja, maar ja, hoor. Politiek, hè? En waarom moet ze het belangrijk... Ze kunnen niet rekenen, of ze kunnen geen taal. Dan denk ik, ja. Ja, maar dat is weer... Er wordt een heel groot onderscheid gemaakt tussen praktisch nut en een ander soort nut. Dus je moet je afvragen, welk soort nut wil je je toeverhouden? Ja. De vraag heeft betrekking op de opmerking eigenlijk op iets van alweer 10 minuten geleden. Ik wou even zeggen dat het idee van art integration vond ik heel interessant, maar kunnen we het ook iets dichterbij zoeken? Ik ben zelf het initiatief De Schoolschrijver gestart, waarbij kinderboekenschrijvers een half schooljaar koppel aan basisscholen. Juist in het hart van het onderwijs. Want je kunt wel na schools een leuke cursus geven. Maar ik ben het eens wat hier op het podium werd gezegd. Het gaat er nou juist om dat het een manier van denken wordt. Een manier van leren verbeelden en ook de techniek. Ja, want, en ook om, in ons geval gaat het dan om het schrijven, maar ook om het lezen. Want die twee vakken zijn in het onderwijs natuurlijk inmiddels ook gescheiden. En ik denk juist door de kunsten midden in het onderwijs te plaatsen, krik je zowel het onderwijs op... je geeft aan hoe belangrijk de kunsten zelf zijn voor ontwikkeling van kinderen. Dus ik zou ze niet scheiden, maar juist bij elkaar voegen. Maar zo dat de leerkrachten het belang ervan ook snappen. Want als ze het belang ervan snappen en zien dat de kinderen opnieuw gemotiveerd raken, dan willen ze die kunst vanzelf wel in het onderwijs krijgen. En daar ligt denk ik een deel van de uitdaging voor het kunstbeleid. En de kunstenaars om dat te kunnen laten zien. Dus laat je niet marginaliseren, maar toon inderdaad het nut, het belang van de kunsten aan. Ja. Bravo. Ja. Nog één vraag? Ja, laten we nog één vraag doen. Is het 22:30, is een mooi moment om af te sluiten. Kijk, daarvoor is nog een vraag. Laatste vraag. Ik heb toch een bemoedigend einde. Ongeveer 15 jaar geleden kreeg ik te zien een CITO-vraag over een kunstwerk wat ik gemaakt had voor het eindexamen middelbare school. Voor kinderen die kunst hadden gekozen dus. En het was een vraag over een werk en daar waren 3 antwoorden. Wat had de kunstenaar bedoeld? Ik ben er nooit over gebeld. En in principe dacht ik, ja, ik zou het niet weten als ik de 3 antwoorden zag. Maar volgens mij zijn ze dan alle 3 goed. En dat denk ik dat niet meer zou kunnen, dat op die manier gedacht wordt over kunst met een bedoeling en dat er 1 ding goed is, maar dat toch het idee van dat het een eigen interpretatie is in deze laatste zin, we should teach how to look at life through art, dat we wel al een heel eind in die richting zijn nu. Ja. Ja. Dat is een compliment, Baren. Ja, ik hoop het. Ja, zeker ook door jullie. Met zoveel productie van zoveel boeken. Dankjewel. Goed, nou, volgens mij is het inderdaad een mooi moment. Astrid, wil jij nog iets? Ja? Heel erg bedankt allemaal. Ik heb een klein lijstje van mensen en instituten die ik graag even wil bedanken. Ik wil graag bedanken het Mondriaan Fonds. Die hebben mede het boek mogelijk gemaakt. En dat betekent ook dat deze discussie daar ten dele op gebaseerd heeft kunnen worden. De Universiteit van Groningen. De Fontys Hogeschool in Tilburg. Nou ja, heel belangrijk was de Academie van Kunsten. Dank jullie wel. En de Bali natuurlijk.
Het allerbelangrijkste om te bedanken zijn natuurlijk jullie, Barend van Heusden, Michel van der Aa, Barbara Visser en Gijs Scholten van Aschat en Sarah ook heel erg bedankt. Dank jullie wel. Hartelijk bedankt allemaal. Ik hoop tot een volgende keer en voorlopig wel thuis allemaal.